Goedemiddag dames en heren en welkom bij dit webinar over poederkool. Mijn naam is Roger Vingerhoets, ik ben waterketentechnoloog bij het Waterschap Brabantse Delta en de voorzitter van dit webinar van vanmiddag. Ik ben ook voorzitter geweest van de begeleidingscommissie van het onderzoek met de verwijdering van microverontreinigingen met behulp van poederkool. Eerst even een paar huishoudelijke mededelingen. Dit webinar wordt opgenomen en is later op de website van de STOA terug te zien. Tijdens de presentaties die zo meteen gaan volgen, is het mogelijk om vragen te stellen. En dat kan dan in de chat aan de rechterkant van het scherm. En het is sowieso handig om dat scherm, dat chatscherm, even te openen. Want er worden ook nog wat vragen aan u gesteld. En die komen dan, die poppen dan op in het chatscherm. Als er vragen via de chat worden gesteld, dan worden die aan het eind van de presentatie, die komen allemaal bij Mirabelle Mulder binnen. Die organiseert dat en aan het eind van de presentatie lopen we de vragen even langs en kijken we of we ze kunnen beantwoorden. Ik denk dat we gelijk maar beginnen met de eerste poll. Als u het chatscherm opent aan de rechterkant, dan zal die daarin verschijnen. En ja, nu de vraag om die even in te vullen. Dus dat loopt. Eens even kijken. Dan geef ik nu heel graag het woord aan Cora Uiterlinde van de STOA over het IPMV. Cora. Dankjewel, Roger. Dit webinar is onderdeel van het innovatieprogramma Microverontreinigingen. Dit innovatieprogramma organiseren we samen ook met de waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En dit webinar is de eerste van een serie van 5. Het IPMV, zoals we het innovatieprogramma wel noemen, is een 5-jarig programma. En dat programma dat eindigt nu dit jaar. Dus eind dit jaar volgt de finale afsluiting van het IPMV. We gaan 5 webinars organiseren en we gaan ook tijdens de Aquatech in november, van 8 tot en met 10 november, hebben we tijdens de Aquatech verschillende webinars, is een symposium bij de RAI in Amsterdam. Maar om de verdieping te zoeken hebben we dus de 5 webinars georganiseerd. Dit is de eerste en de laatste volgt in februari. Op de sheet ziet u een totaal overzicht van het innovatieprogramma. We hebben een 6-tal thema's waar de onderzoeken op geclusterd zijn. En dit webinar betreft het cluster actief kool. En we hebben natuurlijk ook oxidatietechnieken in ons onderzoeksportefeuille. De filtratie, de granulair kool, de natuurlijke systemen en de overige adsorptie. Het is een complex programma, innovatieprogramma. Mocht u nog vragen hebben, kunt u ook altijd met Mirabelle Mulder contact opnemen. We hebben gezamenlijk ook een heel netwerk opgebouwd van adviseurs, maar vooral ook heel veel waterschappen die hiermee betrokken zijn. En in het najaar hopen we elkaar allemaal te treffen in Amsterdam. Onderzoek is leuk, maar uiteindelijk gaat het ook om de implementatie in de praktijk. En in de landen zijn de verschillende waterschappen nu druk bezig om ook de projecten te realiseren om micro's in de praktijk te verwijderen. Het is werk in uitvoering en de komende tijd zijn we daar volop mee bezig. Er is een versnellingsprogramma bestaande uit 2 tranches en de tweede tranche eindigt 2027. Een belangrijk jaartal, want dat is ook het jaartal wat aan wat gebonden is aan de kaderrichtlijn water. Op deze sheet ziet u een aantal mijlpalen voor de toekomst, stippen op de horizon.
2027 is een belangrijke. En uiteindelijk ook de nieuwe richtlijn, de nieuwe Europese richtlijn stedelijk afvalwater, die naar verwachting begin volgend jaar definitief wordt, zal een grote impact hebben ook op de projecten die uitgevoerd gaan worden om microverontreinigingen te verwijderen. En ook aanvullende eisen ten aanzien van de verwijdering van nutriënten op zuiveringsinstallaties. Maar daarnaast willen we ook klimaatneutraal zijn voor de toekomst. Al met al vele uitdagingen voor de toekomst. En de verwijdering van micro's op zuiveringen zal een belangrijk onderdeel worden van het werk op zuiveringen. Hier wou ik het voorlopig even bij laten. En ik denk dat we nu ook naar de presentaties kunnen gaan. Ja, prima. Dankjewel, Cora. Voordat ik de eerste presentator bij u aankondig, gaan we even kijken naar de resultaten van de eerste poll. De vraag was, ben je zelf betrokken bij de realisatie van installaties voor de verwijdering van microverontreinigingen? Hier ziet u de resultaten in beeld. Ruim de helft is als waterschapper betrokken. Bijna een derde anders. Ruim 10% als consultant. En een aantal leveranciers is ook aanwezig vanmiddag. Nogmaals allemaal van harte welkom. En we gaan starten met de eerste presentatie. Dat gaat over het toepassen van poederkool in een Nereda-installatie. En ik geef graag het woord aan Sandra Malagon, innovatietechnoloog bij het waterschapsbedrijf Limburg. Sandra, ga je gang. Dankjewel, Roger. Een momentje, ik kom mijn presentatie in beeld. Ja, dat komt. Goedemiddag. Ja, ik ga jullie vanmiddag de resultaten van onze pilot poederkooldosering in Nereda presenteren op RWCT Simpelveld. Poederkooldosering is een bewezen techniek. Dat was voor de eerste keer in Nederland getest op RWCT Papendrecht in 2018. En inmiddels is ook op full scale toegepast op RWCT Leiden Noord en RWCT Ooyen. En de vraag destijds was of dat de combinatie poederkooldosering en Nereda ook goed kan werken. Om dit te bepalen hebben wij eerst een bench scale onderzoek gedaan op RWCT Utrecht in 2019. En de resultaten waren veelbelovend. En om die reden hebben wij in 2021 een onderzoek gestart binnen het innovatieprogramma van de SOA samen met Roya Haskoning. De techniek is eenvoudig, dus poederkool wordt met een waterstroom gemengd en wordt als een slurry in de Nereda toegevoegd. Medicijnresten worden aan poederkool gewonden en daarna worden uit de Nereda afgevoerd samen met de spuislip. Ja, onze proefopzet, dus de RWCT heeft een capaciteit van 12.600 IS en bestaat uit twee Nereda-reactoren, een van 750 en een van 1500. In de kleine Nereda hebben wij poederkool gedoseerd, dat is de poederkoolstraat. En in de andere Nereda fungeert als referentie. Dus dat betekent dat wij een derde van het influent hebben met poederkool behandeld en twee derde niet. En daarna hebben wij ook een zandfiltratie, wordt het effluent van de twee Neredas behandeld in een zandfiltratie voor extra fosforverwijdering. De poederkooldosering, dus we hebben dat verschillende doseerniveaus getest. We zijn begonnen bij 5 mg per liter en daarna gingen wij naar 10, 15 en 20 mg per liter. En voorafgaand aan het starten van de proef hebben wij een nulmeting gedaan, dus zonder poederkooldosering. Daarna is de proefperiode begonnen. De totaal proefduur was 14 maanden. En hierna hebben wij een kortdurende proef gedaan met duurzame kool. De proeftijd was 1 maand. We hadden een uitgebreide monitoringsprogramma. We hebben een uitgebreid monitoringsprogramma uitgevoerd met verschillende meetlocaties. Eerst influent van de RWCT, afloop van de Pakkenstraat, dus van Nereda waar poederkool gedoseerd werd, afloop van onze referentiestraat zonder poederkool. Afloop van beide Neredas wordt in een buffer gemengd en daarna wordt via de zandfilters geleid
Dus wij hadden ook een meetpunt voor de aanvoer naar de zandfilters. En daarna het effluent van de RWCT. Wat hebben wij precies onderzocht? Dus ten eerste, waar en wanneer precies in het patchproces puurkool gedoseerd kan worden. En dat ook in het procesregeling. En dat wordt meegenomen in het procesregeling van de NEREDA. Het rendement van de gietstoffen, ecotoxiciteit en ook andere relevante stoffen voor waterkwaliteit, zoals PFAS en zware metalen. Het effect van puurkooldosering op de werking van de installaties en de verwijdering van nutriënten, maar ook op de sliepsamenstelling, zoals korrelvormen en bezinkbaarheid. Hoeveel puurkool wordt met het effluent uitgespoeld. Wat het effect is van de zandfilters op de verwijdering van micro's en hoe de puurkool zich gedraagt in de NEREDA. En ten laatste ook het effect van puurkooldosering op de grondstof Calmera. Hier zien jullie een impressie van de installatie. Dus we hebben dezelfde doseerinstallatie die in Papendrecht is ook gebruikt in 2018. Bovenin het midden zien jullie onze collega's Wout Pannekoek en Denis Frans, die heel hard samen met de operators van de RWCT hebben gewerkt om alle kinderziektes van het begin op te lossen en daarna de installatie storingvrij te bedrijven. En hier zien jullie een foto van onze pilot. Dus hier zien jullie de doseerunit met daarbovenop de voorraadvat van de puurkool. En daarnaast de voorraadbins. Dus we hadden altijd leverancier van de kool. We hadden altijd twee volle bins werden geleverd. En daarna twee leeg meegenomen door de leverancier. We hadden op de locatie ook een vriesunit. Dus wij hebben dagmosjes genomen. Die werden daarna ingevroren en opgeslagen. En aan het einde van elke doseerperiode zijn monsters geselecteerd volgens de voorschriften van de SOA, dus 48 uur monsters, DWA monsters. Boven zien jullie de twee NEREDA's, dus de Pakenstraat, de kleine NEREDA, en daarnaast de referentiestraat. En hier zien jullie in de foto de zwarte leiding, is de doseerleiding met twee mogelijke doseerpunten. Op verschillende hoogtes, 3,5 en 2 meter. Tijdens de proef hebben wij alleen één gebruikt. Dus de sluren van puurkool werd op 2 meter vanaf de bovenkant in de NEREDA gebracht. Heel belangrijk was de doseerregelen. NEREDA is een batchproces met 3 fases. Voering en tegelijkertijd aflaten van het van effluent, beluchten en bezinken. Dus puurkool werd gedoseerd 30 minuten voor het einde van de beluchtingsfase of als het ammoniumgehalte lager was dan 5 milligram per liter. En waarom precies hier? Omdat hier wordt de puurkool goed gemengd met slip, dus er is een goede menging. En daarnaast zijn de micro's al opgenomen. Dus de biologische verwarring van micro's en ook andere biologische afbraakprocessen hebben voor een groot deel al plaatsgevonden. Dit gebeurde in een hele korte tijd, heel nauwkeurig in een korte tijd, dus ongeveer 5 minuten. En de hoeveelheid actief kool te doseren was per batch berekend op basis van de hoeveelheid influent en de aanvoersituatie, RWA of DWA debiet. In NEREDA werken wij met een cyclustijd en die is afhankelijk van aanvoer van influent. Dus bij een verhoogde aanvoer is het influent verdund en dan wordt de cyclustijd verkocht. Of is dat korter? De puurkool wordt gedoseerd proportioneel aan de influent, en dat is de lijn in de grafiek, de blauwe lijn in de grafiek, maar dat wordt gemaximaliseerd bij 2 keer DWA. Dus dat betekent dat boven 2 keer DWA dat geen extra puurkool gedoseerd wordt.
Dus wij doseren weer tijdens regenweer aanvoer, maar de specifieke doseerverhouding neemt af. En dat is dan de rode lijn in de grafiek. En dat komt ongeveer op, neer op 85% van op DWA. En elke keer na de dosering werd de leiding van de poerkooldosering weer schoongespoeld. Zoals ik zei aan het begin van de proef, hebben wij een nulmeting gedaan, dus zonder poerkool. En in de grafiek zien jullie in blauw en in rood de resultaten van de pakstraat en de referentiestraat. En wij zien dat beide Nereda's een nagenoeg gelijk rendement hebben, rond 30%. En in groen zien jullie aanvoer naar de zandfilters en effluent van de RWCT. De resultaten laten zien dat in de zandfilters nog een extra verwijdering van medicijnresten plaatsvindt, ongeveer 7-8% extra. Alle gifstoffen zijn in het invloeden van de RWCT aanwezig en ze worden verwijderd. 9 van de 11 gifstoffen hebben een verwijderingsrendement tussen 43% en 2 tussen 4-52%. Daarna is de proefperiode gestart en we hebben met een fossiele kool van leverancier Genfiron gewerkt, Pulsor 235, dat is dezelfde poerenkool die ook in Papendrecht is gebruikt. Oh, ik moet even terug. Ja. Dus aan de linkerkant zien jullie de resultaten van de verwijderingsrendementen bij oplopende poerkooldosering. En aan de rechterkant dan zien jullie de resultaten van de referentiestraat. Dus wij zien dat inclusief referentiemeting, dat is de eerste blok in blauw. Dus jullie zien dat bij een concentratie van 5 mg per liter, of eigenlijk bij 10 mg per liter, wordt het verwijderingsrendement verhoogd naar 61%. En we hebben een maximale verwijderingsrendement bij 20 mg per liter behaald. En dat was 74%. En de resultaten van de referentiestraat, we zien dat het verwijderingsrendement niet zoveel varieert, dat redelijk stabiel blijft door de hele proefperiode. Maar dan hebben wij ook, zoals het ministerie dat ook vraagt, op basis van de beste 7 van de 11 gifstoffen. En dan zien wij dat bij 5 mg per liter is het rendement 45%. En dat wordt verhoogd naar 71% bij een dosering van 10 mg per liter. En daarna naar 76% bij een dosering van 15 en 88% bij een dosering van 20 mg per liter. Ben ik vergeten op te vertellen. Dus dat betekent dat wij bij een dosering van 10 mg per liter wordt voldaan aan het eis van het ministerie van minimale verwijderingsrendement van 70%. Hier kunnen jullie zien het verwijderingsrendement per gifstof. Dus wij zien dat gabapentina wordt niet verwijderd door poederkool. 3 stoffen, diclofenac, ibersartan en venlafaxine hebben een verwijderingsrendement tussen 30 en 70%. En de rest van de gifstoffen hebben een verwijderingsrendement tussen 75 en 90%. Dus ze worden goed verwijderd door poederkool. Dan hebben wij ook een grafiek gemaakt voor de monitoringstoffen. Dus 2 amisulfride is niet wordt gemeten onder de rapportagegrens. Kan de sartan worden alleen voor 20% verwijderd. Maar de rest van de monitoringstoffen worden goed verwijderd door poederkool. We hebben ook het effect van de zandfiltratie gemeten. Dus die eerste 2 blokken. Hier zien jullie deze 2 resultaten zijn net gepresenteerd van de pakstraat en van de referentiestraat. 1/3 wordt behandeld, 2/3 niet. Daarna gaat het water wordt gemengd in een buffer en dan gaat naar de zandfilters toe.
Wij de resultaten laten zien dat in de zandfiltratie nog extra verwijdering van medicijnresten plaatsvindt. En dat is ongeveer 7 tot 8%. Wordt het rendement verhoogd. Het totale rendement influent-effluent verhoogd. Ja, en daarna hebben wij ook een test gedaan met een duurzame kool. Wij hebben op basis van het STOA-rapport van duurzame alternatieven van kolen hebben wij een keuze gemaakt voor twee leveranciers van duurzame kool, van Genviron en Actensorb. Wij hebben daarna testen, labtesten gedaan met effluent van de RWCD. En op basis van de beschikbaarheid van de kool hebben wij een keuze gemaakt voor acticarbonen. In de grafiek zien wij de resultaten in paars van fossiele kool bij een concentratie van 15 milligram per liter en de duurzame kool bij dezelfde concentratie. En we zien dat verwijderingsrendement wordt bijna gelijk. Dus ja, rond 70%. Tijdens de proef is er geen uitspulling van kool plaatsgevonden, maar de kolen hebben wel andere eigenschappen. En de fossiele, de duurzame kool heeft een lagere dichtheid. En dat is wel belangrijk voor een toepassing op full scale, want dat moet de doseerinstallatie ook geschikt zijn voor kolen van verschillende eigenschappen. Wij hebben ook het rendement berekend volgens de Europese richtlijn. En vereiste rendement is 80%. En dat wordt berekend over 6 stoffen van in totaal 12 stoffen uit 2 categorieën. En we zien dat bij 15 milligram per liter wordt het rendement behaald. Dit is exclusief zandfiltratie. Want in zandfiltratie vindt extra verwijdering van medicijnresten plaats. Maar we hebben niet alleen medicijnresten gemeten, we hebben ook andere stoffen gemeten. Ik ga nu de resultaten van de deelonderzoeken presenteren aan de eerste bioassays. Dus per periode hebben wij een set van bioassays gedaan. Dat bestond uit 2 in vivo en 2 in vitro bioassays. En daarna hebben wij de afname van de toxiciteit per dosering berekend volgens de handreiking van biologische effectmonitoring, de laatste versie van dit jaar, januari dit jaar. En de conclusie is dat bij toenemende puurkooldosering, dan ga je meer medicijnresten verwijderen en dan nemen de risico's van het RWCT effluent voor het oppervlaktewater af. PFAS is ook heel belangrijk, want ja, heel belangrijk voor waterkwaliteit, want PFAS zijn persistent, zijn mobiel en daarnaast worden nauwelijks biologisch afbreekbaar. Dus wij hebben PFAS gemeten bij de laatste 2 concentraties, 15 en 20 milligram per liter. En we zien geen aanvullende verwijdering van PFAS door puur kooldoseren van type Pulsorb op deze concentraties. Dus we hebben de kool gekozen voor medicijnresten verwijderen. Dat doet het heel goed, maar niet voor andere PFAS bijvoorbeeld. En op de concentraties van 15 en 20 milligram per liter. Zware metalen zijn ook gemeten in het spuislip tijdens de laatste doseerperiode van 20 milligram per liter. En we zien weinig verschil tussen de concentraties van zware metalen in het spuislip van beide reactoren. Dus doseren van puurkool leidt niet tot een hoger rendement van deze stoffen. We zien wel dat natrium, kalium, natrium en zuivel in de pakstraat in hogere concentraties aanwezig is ten opzichte van de referentiestraat. En heel belangrijk voor ons was arsen, want arsen bij verbranding van het slip uit aas wordt fosfor teruggewonnen. Dus dat was heel belangrijk om te bepalen of arsen, de concentraties van arsen hoger zouden zijn, wat problemen kunnen veroorzaken voor het terugwinnen van fosfor. Maar wij zien dat gelukkig niet. De concentraties in beide straten zijn gelijk. Dus conclusie, wij zien geen aanvullende verwijdering van zware metalen door de puurkooldosering. Wij hebben ook zware metalen gemeten in Nereda effluent van pakstraat en referentiestraat. Maar we zien geen significante verschillen tussen de twee straten.
Heel belangrijk is dat wij willen niet dat boerenkool met het effluent wordt uitgespoeld. Dus om dat te kunnen bepalen, hebben wij, het is heel lastig. Het is geen om nauwkeurig een analytische methode om dat nauwkeurig te bepalen. Dus wij hebben een visuele bepaling gedaan volgens een Duitse methode. Met een moeilijke Duitse naam. Maar wij zien geen uitspoeling van kool. Dus de resultaten zijn onder de rapportagegrens van het methode. Dat is 1 milligram per liter, veel lager dan de rapportagegrens. En in het effluent is geen pol te zien, geen poederkool te zien. Dus ja, beide straten worden gemengd en daarna worden het in de zandfilters behandeld. Dus in effluent is geen poederkool te zien. En hiermee wordt bevestigd dat een overgrote deel van het gedoseerde poederkool in het slib wordt ingevangen. De verdeling van poederkool in een korrelbed is niet vastgesteld tijdens het onderzoek. Calmera is ook heel belangrijk. Dat is een grondstof die terug, uit korrelslip teruggewonnen kan worden. Dus wij hebben samen met de onderzoeksgroep van Calmera analyses, extracties gedaan van twee typen monsters. Spuislip en Nereda slip. Dus Nereda slip uit de reactor in de Nereda en ook spuislip. Maar we zien weinig in de reactor slip. Ongeveer 34% van de organische droge stof is Calmera. En dat geldt voor beide reactoren. En in de spuislip is iets lager, 26% van de organische droge stof. Maar is ook hetzelfde voor, wij zien geen verschil tussen pakkenstraat en referentiestraat. Wel is het zo dat Calmera uit de pakstraat heeft een donkere kleur. Wat afhankelijk van de toepassing van Calmera kan belangrijk zijn of een aandachtspunt zijn. Dus conclusie, we zien geen effect van pak op de Calmera opbrengst. De prestatie van beide Neredas, dus dat blijven nagenoeg hetzelfde voor droge stof en voor nutriëntenverwijdering. We zien geen nadelige effecten. Op de prestaties, maar ook niet op de korrelgrootte. En de microscopische analyses tonen ook geen effect, fysisch effect op de korrels. Poederkool, we hebben om te meten hoeveel poederkool in het effluent aanwezig is of wordt uitgespoeld uit de installatie, hebben wij de poederkool slipbelasting geïntroduceerd. Die is gepatenteerd door mijn collega Ateman. En die wordt gedefinieerd als een verhouding tussen de poederkooldosering en de slipgehalte in de Neredas. Dus bij lage slipgehaltes kan het voorkomen dat niet alle poederkool in het slip wordt opgenomen. En waardoor dat poederkool in het effluent terecht kan komen. En dat is zeker ongewenst. En die situatie hebben wij wel gedaan tijdens de doseerperiode van 20 milligram per liter. Dat was toen de concentratie droge stofgehalte in de Nereda lager, rond 7,5. En tijdens de bezinkproef heeft de operator geconstateerd dat in de tijdens de bezinkproef was de pakstraat iets donkerder van kleur. Dat kun je heel duidelijk zien dat niet alle poederkool was in het slim, maar ook met het effluent in de bovenstaande deel van de bezinkproef. Dus toen hebben wij de concentratie verlaagd naar 10 milligram per liter. En dat was meteen dat weer helder, de bovenstaande deel van tijdens de proef. Dus dat was positief, want dat kan je meteen in actie iets doen om op dat op te lossen. Maar dan onze conclusie was dat om de uitspoeling te voorkomen, de verhouding tussen kool en slip minimaal 2 moet zijn om dat te voorkomen. Dus dat alle poederkool in het slip kan worden opgenomen. Onze conclusies, dus in technische en regeltechnische zin, is de praktijkproef goed verlopen.
De gewenste puurcolloseren per cube invloeien kan zeer nauwkeurig worden ingesteld. We hebben een aantal storingen was beperkt tijdens de proef. En hierbij is de combinatie, de TRL-niveau van de combinatie Nereda en puurcolloseren verhoogd van 4, 5 naar 7, 8. Techniek is eenvoudig en modulair goed in te passen. Bij een dosering van 10 en 15 milligram per liter kunnen wij voldoen aan het vereiste verwijderingsrendement van 80%. En door een verlaging van de concentraties van medicijnresten worden ook de toxiciteit van het effluent verlaagd met maximaal 50% bij de hoogste dosering. En de gebruikte doseerniveaus en de type puurkool leveren geen verhoogde verwijdering van PFAS of zware metalen. En het doseren van puurkool heeft ook geen negatief effect op het biologische zuiveringsproces, chloroforming of bezinkeigenschappen en ook niet op Calmera. De uitspoeling van kool met het effluent bedraagt veel minder dan 1 milligram per liter. En om uitspoeling te voorkomen, dan is een doseerverhouding van maximaal 2. Doseerverhouding van kool is van minimaal 2 nodig. Bij hogere niveaus treedt het risico van ongewenste uitspoeling van puur kool op. En uitgaande van een concentratie van een dosering van 15 milligram per liter, zal de slipproductie op de schaalgrootte van Simpofil met 19 ton droge stof per jaar toenemen. Dat is ongeveer 5%. En mogelijk de gehaltes kalium, natrium en zuivel zullen ook in het slip toenemen. Bij de geteste duurzame kool kan medicijnen evengoed uit het water worden verwijderd als bij de fossiele kool bij een concentratie van 15 milligram per liter. Dus puurkool, ja, de resultaten zijn heel positief, maar er blijven nog aandachtspunten bij een full-scale toepassing. Puurkool is een bewezen en veel toegepaste techniek, maar ja, nadeel blijft nog steeds een hoge CO2-footprint door gebruik van fossiele kool. Maar door duurzame kool toe te passen, kan de CO2-footprint verlaagd worden. En volgens het STOA-rapport is mogelijk om ongeveer 35% van de CO2-footprint te reduceren. Daarnaast is ook belangrijk wat kooleigenschappen en hoe kunnen wij dat controleren. Beschikbaarheid van de duurzame kool en de noodzakelijke ATEX veiligheidsmaatregelen. Deze aspecten worden binnen de gebruikersgroep meegenomen in een SOA-onderzoeksvoorstel die morgen gepresenteerd zal worden in de PCAW-commissie. Nauwkeurige metingen van uitspoeling van puurkool in het effluent is ook een aandachtspunt. En bij gebruik van effluent om puurkool te mengen met effluent is ook belangrijk om te bepalen dat die altijd beschikbaar is. En ook dat filtratie nodig is. En last but not least, de eerste full-scale puurkooldosering in Nereda zal naar verwachting eind 2024 in bedrijf zijn. En de laatste is de samenvatting van de prestaties. Dus wij zien hier een CO2-footprint in vergelijking met de referentietechnologie PACAS. Wij geven een range, want dat verwachten dat de benodigde dosering tussen 10 en 15 milligram per liter zou zijn. En de kosten, dat is volgens het STOA-format op basis van de prijspijl 2017. Wij gebruiken in het algemeen minder puurkool. En omdat puurkool wordt eenmalig per batch gedoseerd, hoeft de installatie niet continu te draaien. Dus wat betekent dat energieverbruik wat lager is en ook water. Verbruik. Maar wij weten dat er in de wereld veel is gebeurd sinds 2017. Dus wij rekenen met hogere kosten van ongeveer 20 cent per kuub. Maar dit geldt niet alleen voor pakkinderen, dat geldt natuurlijk ook voor andere technieken. Ja, bedankt.
Dankjewel, Sandra, voor deze duidelijke en uitgebreide uiteenzetting van de proef met het toepassen van poederkool in een Nareda Air City. Heeft u nog vragen, dan kunt u die in de chat kwijt aan de rechterkant van uw scherm. Daar gaan we zo meteen naar kijken, naar die vragen. Maar voordat we dat doen, gaan we eerst nog even een poll toesturen. En de vraag luidt als volgt: of je pakhas in een zuivering zou willen toepassen. Mirabella, zijn er in de chat vragen binnengekomen? Nou, de chat loopt nog niet storm. Oké. Okay. Dus misschien dat als mensen vragen hebben gedurende de presentatie, dat ik ze hierbij wil oproepen om de vragen te stellen. Want dan komen ze hier live in de uitzending. Maar op dit moment zijn er nog weinig vragen gesteld, Roger. Oké, dus nou, ik wil iedereen van harte aanbevelen om van de chat gebruik te maken. Geen vraag is te gek. Stuur hem op en dan lopen wij het even langs. Misschien mag ik dan zelf nog even een vraag aan Sandra stellen. Want jij zei dat duurzame poederkool wat andere eigenschappen kan hebben dan fossiele poederkool. Je noemde het soortelijk gewicht, maar misschien stromingseigenschappen of zo zijn wellicht anders. En mijn vraag is of je, als je overgaat tot het toepassen van poederkool, op welke manier je daar dan rekening mee moet houden, bijvoorbeeld met de keuze van doseerinstallatie. Ja, als je een doseerinstallatie hebt die geschikt is voor fossiele kool, is die dan ook automatisch geschikt voor duurzame kool? Ja, dat is zeker automatisch geschikt, maar in het ontwerp moet je het rekening houden dat de installatie ook de benodigde maatregelen of de voorzieningen heeft voor kolen van verschillende dichtheden, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Okay. Tijdens de proef hebben wij dat gezien. Bij een lage dichtheid hebben wij meer storingen gehad met klonteren van poederkool. Ja. Dus ja, in een demo-installatie, dat kunnen wij wel oplossen. Heel makkelijk, maar in een full-scale installatie moet je dat wel rekening houden. Dus de doseerinstallatie moet geschikt zijn voor verschillende kolen van verschillende eigenschappen. Maar dat is zeker, ja, is gewoon dezelfde installatie. Dus daar heb je geen andere installatie nodig voor de toepassing van duurzame poederkool. Oké, duidelijk. Cora. Ik heb ook nog een vraag, Sandra. Ja. Want je gaf aan dat de TRL naar 7-8 is gegaan door het onderzoek. Hè? Maar jullie gaan nu ook in praktijk toepassen. Ja, dat wordt meteen 9. Volgens mij is het gewoon 9 gewoon. Of ja. Welke aspecten zijn nu nog echt onderwerp dat je denkt van, dat moet nog echt onderzocht worden om te zeggen van, dit is echt bewezen technologie, TRL 9. Ja, nee. Eigenlijk de twee technieken zijn bewezen techniek. Dus poederkolen heeft een TRL niveau 9. Dat wordt wordt veel toegepast en Nareda is ook een TRL, maar dat was een combinatie van de twee. En daarom zijn we een beetje voorzichtig met echt de definitie van TRL niveau is full scale in bedrijf. Dus daarom hebben wij een 7 en 8, maar ja, na tot de eind 24, dan is het woord meteen in 9. Ja, dan heb je het echt ook dan in 9. En ja, ik heb een lijst gemaakt van de aandachtspunten nog steeds bij full-scale installatie. Dus ATEX, de veiligheidsmaatregelen, blijven nog steeds van een aandachtspunt van wat zijn de noodzakelijke maatregelen. Ja. Ja, natuurlijk, de CO2-footprint is het belangrijkste aandachtspunt. Ja. Maar dan goed nieuws is, er zijn veel opties van duurzame kool beschikbaar. Dus dan kunnen wij de CO2-footprint van de techniek verlagen. En met in het licht van de Europese richtlijn, waar het verwijderingsrendement van 70 toch naar 80%, de lat wordt wat hoger gelegd. Is dat nog van invloed geweest bij jullie bij de keuze om nu SimpleVault aan te passen? Heb je daar het volste vertrouwen in dat ook die 80% gehaald kan worden? Ja, daar hebben wij de resultaten. Wij hebben de berekening gedaan voor de Europese richtlijn. En dan zien wij dat bij een concentratie van 15, dat wij het rendement van 80% kunnen behalen. Dus wij hebben zeker vertrouwen dat de techniek goed zal werken. En voor ons SimpleVault is een van onze hotspotlocaties. Het is een kleine installatie, maar wij lossen op een gevoelige beek die ook voor drinkwater wordt gebruikt. Dus kwaliteit van de beek is heel belangrijk. Dus daarom hebben wij voor SimpleVault gekozen. En is ook Nareda modulair. Dus poederkool past perfect in het concept van
Federico Nereda. Ik vind het gewoon fantastisch dat vanuit zo'n innovatieprogramma gewoon ook de doorvertaling, of dat die ook in de praktijk wordt toegepast. Dus in die zin ben ik heel blij met Simpelveld. Ja. Prima. We gaan even kijken naar de uitslag van de poll die we zojuist hebben gesteld. De vraag die we zojuist hebben gesteld, dat was de vraag: zou je paakas in een zuivering willen toepassen? U ziet hier de resultaten. Als u het gaat toepassen, zou ik kiezen voor biokool. En dat is op basis van de resultaten zoals Sandra ze heeft gepresenteerd ook niet helemaal verwonderlijk, omdat die net zulke goede resultaten blijken te geven. Althans, de geteste biokool. Een deel van u is niet betrokken bij de keuze en een ander deel weet het nog niet. Maar in dit plaatje is het toch wel mooi om te zien dat biokool de duidelijke voorkeur verdient. Voordat we overgaan naar de volgende spreker, check ik nog even bij Mirabelle of er nog vragen zijn binnengekomen op het moment in de chat. Nee, nog steeds niet. Dus okay. Wat Roger al zegt, geen vraag is te gek. Dus stel hem. Ja, nou, wellicht de volgende ronde. Sandra, hartelijk dank voor jouw presentatie. En dan gaan we over naar de volgende spreker. Dat is Herman Evenblij van adviesbureau Royal Haskoning DHV. En Herman die gaat ons wat vertellen over de combinatie van de verwijdering van microverontreinigingen door poederkool en de gisting van slip. Herman, ik geef jou graag het woord. Dankjewel, Roger. En hartelijk dank voor de uitnodiging om hier wat te komen vertellen. Deze presentatie gaat in over eigenlijk een zijonderzoekje wat we gedaan hebben. En die gaat over wat gebeurt er eigenlijk als je op grotere schaal in Nederland PAK zou willen gaan toepassen. Daar ga ik jullie wat over vertellen. De centrale vraag was van als we nu op meerdere zuiveringen poederkool aan het doseren zijn, dan komt van al die zuiveringen komt er spuislip vrij. En dat gaat dan ergens in een gisting. En op de zuivering waar het slip dan vergist wordt, daar komt dan de waterfase van dat slip, van het uitgegiste slip, komt weer terug naar de waterlijn. En het zou kunnen zijn dat in die gisting al die medicijnresten die je net op de kool geplakt had, weer loskomen, in het water blijven zitten en vervolgens weer in je influent toegevoegd worden, waardoor je netto op die zuivering juist meer medicijnresten gaat lozen. Dus dat was eigenlijk best wel een tricky vraag, hè? Want als het antwoord op die vraag is ja, er komt heel veel terug, dan zou dat best wel eens een showstopper kunnen zijn. Dus daar hebben we naar gekeken. Nou, even als achtergrond. Wat gebeurt er nou eigenlijk precies op een RWZI als het gaat over micro's? Bovenste bolletje zegt, we verwijderen ongeveer 30% van de micro's die aankomen op de zuivering. En hoe gebeurt dat? Dat gebeurt door adsorptie en afbraak. En een deel van die stoffen die plakken gewoon vast aan het actief slip, wat je hier hebt zitten. Centraal in je zuiveringsstraat zit een actief slipsysteem. En een deel van die stoffen wordt ook door bacteriën gezien als energiebron of ik weet niet waar ze het allemaal voor gebruiken, maar het wordt afgebroken. Wat gebeurt er nu als je poederkool gaat toevoegen? Dan kun je het rendement op die stoffen ineens een stuk hoger leggen, namelijk richting de 70 of zelfs verder overheen. En we weten natuurlijk dat het enige extra verwijderingsmechanisme wat daar dan bij komt, is adsorptie. Dus er komt extra adsorptie bij. Goed, dat ter achtergrond. Wat hebben wij eigenlijk precies onderzocht? Hier heb ik een plaatje gemaakt van hoe ziet nou het systeem op de zuivering eruit, met bovenin de waterlijn met de voorbezinking, het actief slipsysteem met daarbij een pakdosering en dan de nabezinking. Uit de nabezinking en ook uit de voorbezinking komt slip. Dat gaat normaal gesproken naar een vergister, hetzij op dezelfde zuivering, hetzij ergens anders. En dat uitgegiste slip wordt vervolgens ontwaterd en afgevoerd. Nou, je ziet dat uit die ontwatering, daar komt een stroom water uit, het reactiewater noemen we dat. En dat gaat normaal gesproken terug naar de zuivering. Dus je hebt eerst in het systeem van actief slip heb je adsorptie en een stukje afbraak. En wat afgebroken is, ja, dan ben je echt kwijt. Het zou kunnen zijn dat je in de vergistering dat je weer desorptie krijgt en dan vervolgens ga je het weer terugbrengen naar de RWZI.
Nou, we hebben een aantal variabelen ook meegenomen. De eerste is die vergisting. Daar kun je verschillende varianten voor kiezen. Je kunt thermofiel doen, dus met een relatief hoge temperatuur. Of mesofiel, dat is dan gemiddeld, dus rond de 37, 38 graden. En we verwachten dat er een verschil zou zijn tussen die twee systemen bij het eventueel vrijkomen van medicijnresten. De andere variatie is dat je op een centrale gisting, daar komt dus van andere zuiveringen uit de omgeving, komt daar spuislip aan. En als je op één of meerdere van die andere zuiveringen ook pak gebruikt, dan komt er dus een externe vracht met poederkool, wat weer beladen is met micro's, komt in jouw gisting terecht. Dus daar hebben we nagekeken wat gebeurt er als je dat in verschillende verhoudingen zou doen. En de hamvraag is natuurlijk, oké, welke gitstoffen komen er nou vrij in de gisting en in welke mate? En als laatste hebben we nog geprobeerd om inzicht te krijgen in de vraag van, er zijn allerlei nieuwe, relatief nieuwe technologieën om je slip voor te behandelen voordat het de gisting ingaat. En we hebben gekeken van een van die methodes is thermische drukhydrolyse. Dus een hele hoge temperatuur en een hele hoge druk. Ja, de verwachting is dat je dan ook iets doet met adsorptieprocessen. Dus we wilden weten of dat dan van invloed zou kunnen zijn op desorptie later in je proces. Dus dat zijn de deelvragen waar we naar gekeken hebben. En wat ik net al zei, uiteindelijk is de vraag, is dit hele verhaal, zou dit kunnen leiden tot een showstopper voor de toepassing van PAC op RWZI's? Nou, hoe hebben we dat gedaan? Uiteraard hebben wij in de literatuur gekeken wat er geschreven is her en der over het gedrag van microverontreinigingen in anaerobe gistingen. Gelukkig waren er ook een aantal Duitse en Nederlandse proeven semi-labschaal, iets groter dan labschaal. Wat specifiek gekeken heeft naar deze vraag. En dus daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt. En er is ook aan de thermische drukhydrolyse een aantal lab-experimenten gedaan om dat gewoon door te meten. En vervolgens hebben wij met al die resultaten van de literatuur hebben we een modellering gemaakt. Hè? Een model gebouwd van ja, de vrachten en de concentraties die in je proces inkomen. Wat er gebeurt aan omzettingen en eventueel desorptie. En dat vervolgens doorgerekend voor een centrale gisting. Dus dat je een gisting hebt die allerlei slibben van andere zuiveringen te verwerken krijgt. En ook een gisting die alleen zijn eigen slib vergist met en zonder poederkool. En uiteindelijk hebben we de bevindingen die we hebben opgesteld, hebben we besproken met een aantal experts van instituten uit Duitsland en Zwitserland. Die zijn al veel langer bezig met dit vraagstuk. En we wilden graag met hun even afstemmen van kloppen onze resultaten wat jullie betreft. Hebben jullie nog toevoegingen daarop? Nou, dan komen we eigenlijk al vrij snel, want ik wil jullie eigenlijk besparen alle ins en outs van hoe je nou die labproeven moet vertalen, wat daarbij komt kijken, hoe je kunt omgaan met een benadering via een vracht of via concentraties en hoe eerlijk de proeven gedaan zijn en hoe je dan oneerlijke proeven toch kunt gebruiken om je sommetjes te maken. Dus daarom maar meteen naar de conclusie. We zien dat de toepassing van PAC in de waterlijn leidt tot een verwaarloosbare terugvoer van gitstoffen via het reactiewater. Dus hier zitten twee belangrijke dingen in. Enerzijds het is verwaarloosbaar, anderzijds zien we wel degelijk dat er in de gisting allerlei dingen optreden, waardoor er een verhoogde terugvoer vindt van micro's. En het interessante is om te zien dat ook als je geen PAC doseert, heb je altijd een deel van de in je RWZI geadsorbeerde verbindingen die weer loslaat en die dan weer teruggaat naar je zuivering. Alleen het aandeel is daar heel klein ten opzichte van wat normaal gesproken al binnenkomt in je zuivering. Verder konden we niet echt duidelijk een link leggen tussen stofeigenschappen aan oplosbaarheden of verdeling over vet en water of hoe dan ook. Het lijkt redelijk random. Waarschijnlijk, het zal niet random zijn, maar wij konden niet met de gangbare parameters waarmee we de stoffen karakteriseren een verband leggen. Dus dit is dan de tweede conclusie. Tweede en derde gaan over de situatie dat je geen PAC doseert.
Nu is de vraag, wat gebeurt er nu als je aan een systeem wat al functioneert, als je daar poederkool aan gaat toevoegen? En het interessante is dat je ziet dat voor een aantal stoffen zie je dat de terugvoer verhoogt. En dat verwacht je ook. Hè. Je brengt netto per kilogram slip, zou ik maar zeggen, breng je meer kilo's medicijnen in je gisting. En we zien ook dat er dan ook meer loslaten. Maar je ziet ook, doordat je poederkool toevoegt aan je gisting, dat een deel van de stoffen die loslaat van bijvoorbeeld het ActiSlip toch weer een plekje vindt op dat poederkool wat je had toegevoegd. Dus dat voor een heel aantal stoffen ook de terugvoer verlaagt. Nou, er zit een klein verschil tussen thermofiele gisting en mesofiele gisting voor die beide effecten. Als je kijkt naar thermofiele gisting, dan zie je dus dat voor 4 stoffen verhoog je de interne belasting en voor 11 gaat die omlaag. En bij mesofiel is dat net iets lager. Nou, als je dan vervolgens al die bevindingen samenvat en vertaalt naar allerlei scenario's van centrale en decentrale gisting en heen en weer rijden met slip, dan is onze conclusie dat je op basis van de modelberekeningen moet zeggen dat de maximale terugvoer die je vanuit de gisting en ontwatering naar de waterlijn brengt, maximaal 3% bedraagt van de hoeveelheid van die stof die met het influent binnenkomt. Dus het is een ontzettend interessant onderzoek. Heel erg leuk om er echt diep in te duiken en te proberen te begrijpen van wat gebeurt daar. Hoe werken al die adsorptieprocessen en waarom laat het los en waarom niet? En waarom plakt het vervolgens toch weer wel vast? En hoe kun je dat vertalen naar de situatie zoals we die in Nederland kennen? Maar gelukkig met een geruststellende afloop, namelijk de maximale impact is 3%. En we kunnen er gevoeglijk van uitgaan dat de netto effect op de effluentkwaliteit altijd positief blijft. Volgens mij was dit al mijn laatste slide. Ja, dus ik wil jullie bedanken voor de aandacht. En nog even de aandacht vestigen op mijn collega's die geholpen hebben. Eline, Ellen en Xian. Ze hebben mij geholpen met het doorgronden van de literatuur. En het nadenken over hoe je gistingsprocessen kunt modelleren en vervolgens om dan ook daadwerkelijk die modelleringen door te voeren. Dus ik ben vandaag slechts de woordvoerder. Dankjewel. Herman, hartelijk dank voor dit heldere verhaal. Ik denk een goed nieuwsbericht, maar ik wil niet op de zaken vooruitlopen. Want u kent het riedeltje inmiddels. Na elke presentatie stuur u een poll toe met het verzoek daarop te antwoorden. Deze keer lees ik de vraag voor en wil ik u vragen om het antwoord in de chat te schrijven. De vraag is heel simpel en o zo relevant. Wat is voor u het belangrijkste inzicht wat er met dit onderzoek is naar voren is gekomen? Dus wat is voor u het belangrijkste inzicht uit dit onderzoek? Wilt u uw mening daarover met ons delen in de chat, dan lopen we die zo meteen even langs. En misschien, als ik zo vrij mag zijn in de tussentijd, dat ik zelf even een vraag mag stellen. Herman, je hebt iets gezegd over dat je niet echt een verband hebt kunnen vinden tussen stofeigenschappen en mate van desorptie in de gisting. En ik vroeg mij af, is er ook iets te zeggen over of er verschillen mogen verwacht tussen verschillende soorten poederkool? Er zijn verschillende soorten en merknamen op de markt. Is het te verwachten dat je met het ene poederkool misschien wat meer desorptie krijgt in de gisting dan met het andere? Ik vermoed dat zo is. Anderzijds denk ik wel dat het hele productieproces van poederkool en ook de bronnen die ervoor gebruikt zijn, dat is allemaal uiteindelijk terug te leiden naar organisch materiaal. Dus iets wat ooit een boom of een plant was. Mm-hmm. Dus en ze worden gemaakt met het doel het vastleggen van microverontreinigingen. Dus ik verwacht dat er verschillen zijn, maar dat het niet significant zal zijn. Het zal misschien bij de ene kool dit stofje net iets meer, de andere stofje iets minder, maar het lijkt me onwaarschijnlijk dat er een kool is die ineens alles begint los te laten. En dat is volgens mij omdat het werkingsprincipe voor alle kolen hetzelfde is. Precies. Klopt. Ja, dankjewel. Ik heb ook nog wel een vraag, Herman.
Want je hebt met name ook gekeken van, nou, wat gebeurt er in die slipgisting? Hè? Ja. En gaat er veel terug naar de, via het reactiewater naar de zuivering? Want aanvankelijk waren we daar best wel verontrust over. Ja, met al die centrale slipverwerkingen van, gaan we daar niet een, lokaal ook een probleem creëren? Heb je in de zijlijn van je onderzoek ook gezien of er nog een effect is van het doseren van actief kool in de zuivering op het ontwateringsresultaat? Dus het droge stofgehalte van de koek. Ja. Er zijn ook andere onderzoeken geweest eerder die daar wel op ingezoomd hebben om organisch materiaal, kool, toe te voegen bij de ontwatering, voor de ontwatering, zodat de ontwatering gewoon beter zou lopen. Ja, ja. Heb je daar iets van teruggezien? In dit onderzoek niet, toevallig. Maar net zo toevallig in een ander onderzoek dat we gedaan hebben. Ja, Paakas, hebben we dat wel bekeken. Daar zijn op redelijk grote schaal testen gedaan met actief slip met en actief kool. Of actief slip zonder poederkool van dezelfde zuivering. En daar konden we eigenlijk best wel ondubbelzinnig laten zien dat de toevoeging van poederkool leidt tot een drogere slipkoek. En dat kun je op een aantal manieren kun je dat te gelden maken. Je kunt zeggen, nou weet je wat, dan gaan we gewoon minder PE doseren. Mm-hmm. Of je kunt verder gaan dat je gewoon minder kilo's hoeft weg te brengen. En we zijn toen uiteindelijk hebben we gezegd, van, ja, waarschijnlijk zou het in de praktijk mogelijk moeten zijn om in ieder geval zoveel minder slipkoek te maken dat je netto, dat is ingewikkeld hoor, netto minder afzetkosten hoeft te betalen. Of netto net zoveel afzetkosten hoeft te betalen als in de situatie dat je geen poederkool had aan het doseren was. Okay. Dus je voert meer af, maar dan met een hoger droge. Anders gezegd, misschien wat duidelijker, als je gaat doseren op een zuivering à la Papendrecht, dan ga je een paar honderd ton kool in je systeem gooien in een jaar. En die paar honderd ton die moet je wegrijden. Maar omdat je hem droger wegrijdt, hoef je minder afzetkosten te betalen. Of net zoveel. Ja. En heb je ook nog het idee dat die kool in de gisting, hè, want je hebt over desorptie van de micro's, maar doet die kool nog voor de rest wat in de gisting? Breekt die nog af? Is het organisch materiaal? Of is die gewoon vrij in ert? En alles wat je erin stopt, gaat er ook weer uit? Ja, dat is mijn, dat is ook weer een belief. Kijk, dat, die kool die wordt. Harde data, hè? Nee, goed, er zit wat data onder. Kijk, die kool die wordt gemaakt bij een stoomactivatie bij 600-700 graden. Dus het lijkt me erg sterk dat je in een gisting op 37 graden. Met een vrij milde pH. Dat er daar gekke dingen gebeuren met die kool zelf. En volgens mij, alle makkelijk te vinden kool is al door die stoom eraf gehaald. Bacteriën die gaan daar niet nog meer koolstof van afeten, denk ik. Okay. En we hebben naast de slipverbrandingsinstallaties in Nederland, hè, dat zijn de eigen slip-eindverwerking natuurlijk. Hè. Er zijn wat andere ontwikkelingen ook. Als je het gaat over superkritisch vergassen, maar er wordt ook af en toe nog slip gecomposteerd en noem maar op. Verwacht je daar nog door de toepassing van actief kool dat daar effecten van zouden op kunnen ontstaan, zeg maar, van dat juist goed zou kunnen werken of minder goed, hè? Dat weet ik niet. Het enige wat ik erover zou kunnen zeggen is dat inderdaad als je gaat naar een verbrandings- of pyrolyse gaat, het is gewoon, het is kool, dus er zit een enorme energieinhoud in. Ja. Anderzijds moet je daarbij ook wel de kanttekening maken dat het gaat om, voor die zuiveringen waar je poederkool gebruikt, gaat het om max 10% van dat droge stof die je uiteindelijk wegvoert of afvoert. En als je dan vervolgens zegt, ja, hoeveel zuiveringen gaan dit doen? Ja, dat zal ook misschien 10-20% van de zuiveringen zijn. Dus het kan nooit significant impact hebben op een verbranding of een compostering. Is mijn overtuiging. Ja. Oké, dankjewel. We gaan over naar Mirabella om te kijken of er via de chat al wat binnen is gekomen. Mirabella. Ja, Roger, er zijn nu wat reacties binnengekomen op de vraag van wat het belangrijkste inzicht is van dit onderzoek voor de mensen thuis. Daar wordt wel aangegeven van, nou ja, de conclusie is gebruik van poederkool beïnvloedt de slipgisting niet noemenswaardig en zou dus geen showstopper moeten zijn. Herman, wat er gevraagd wordt is, klopt dat nou echt bij een centrale vergisting als je heel veel extern slip vergist? Is die conclusie dan nog steeds geldig en heb je dat ook onderzocht? Ja, dat hebben we onderzocht. En
Dat is dus de herkomst van die laatste stelling, dat het ook in een centraal vergistende RWCT met dus heel veel slip, extern slip met poederkool, kom je niet boven de 3% uit voor een individuele stof, waarmee je dus de influentvracht gaat verhogen. En dat geldt ook voor de thermofielen en de TDH-gistingen? Nee, voor de thermofielen geldt dat niet. Daar zien we dat het een sterker effect is. En TDH is nog een ander effect, moet ik heel diep nadenken. Daar zagen we inderdaad sterkere effecten op het loskomen van micro's. Maar dan moet ik je even, denk ik, even schuldig blijven. Daar zit een ander addertje onder het gras als het gaat over TDH en actief kool. Maar dat ontschiet me even. Oké. Misschien dat staat in het STOA-rapport, denk ik. Dat staat in het STOA-rapport, ja. Dat is een mooi linkje. Ja. Misschien dan nog een aanvullende vraag. Je gaf aan, ik ga er nu even niet op in hoe ik het allemaal berekend heb en gedaan heb. Heb je dit uit gegevens van gistingen op praktijkschaal gehaald? Heb je labtesten gedaan? Daar zijn mensen toch wel erg benieuwd van. Hoe kom je nou tot deze conclusies? Ja, maar dat is een goede vraag. En leuk om even toch uit te leggen. We hadden een heel grondig onderzoek uit Duitsland te pakken, waar een onderzoek gedaan is met twee gistingen van een paar honderd liter op een zuivering waar poederkool werd gedoseerd. Dus had je een zuivering met vijf straten waar op één van de straten poederkool werd gedoseerd. En een van die gistingen werd gevoerd met het spuislip uit die ene straat. En de andere gisting werd gevoerd met het spuislip uit die andere vier straten. En daar hebben ze echt van voor naar achter, van boven naar beneden alles doorgemeten. En vervolgens ook in modellen gestopt. En die data heb ik gebruikt. En ook geprobeerd te begrijpen van hoe hebben ze het gedaan. En nog wat nuanceringen aan kunnen brengen. En in Nederland is iets dergelijks ook gedaan op een kleinere schaal. En het interessante is dat daar onderzocht is wat er gebeurt als je beladen poederkool van zuivering A gaat mengen met gistingslip van zuivering B. Dus eigenlijk de situatie van een centrale vergisting. Waar in zwaar overmaat poederkool is toegevoegd aan die gisting. Dus daar hebben we echt enorm over zitten doseren met actief slip. Of met actief kool in die gisting. En op basis daarvan hebben we deze conclusies getrokken. Oké, en dat laatste was wel een labonderzoek? Dat laatste was een labonderzoek, ja. Okay. Dat ging over een gisting van een paar liter. Ja. Oké, okay. Dat waren de vragen. Dat waren de vragen, Mirabelle. Prima. Herman, nogmaals hartelijk dank voor jouw toelichting. En dat brengt ons bij de volgende presentatie. Er zijn diverse technieken om microverontreinigingen uit rioolwater te verwijderen. En wat wij steeds vaker zien is dat het beste resultaat of betere resultaten worden bereikt met een combinatie van technieken. Arnoud de Wild van het adviesbureau Royal Haskoning DAV heeft zo'n combinatie onderzocht. De combinatie van poederkool en doekfiltratie. En daar gaat hij nu onze resultaten van laten zien. Arnoud, ga je gang. Dankjewel, Roger. Ik ga je net meenemen in het verhaal van pak plus doekfiltratie. En om het direct correct te zeggen, het is een combinatietechnologie. Maar het is niet een combinatietechnologie in de essentie dat er twee verschillende mechanismes worden toegepast. We zitten hier in de BC-pak en we hebben het echt over poederkool vandaag. Dus we behouden het bij absorptie en geen combinatie met bijvoorbeeld oxidatie. Poederactief kool en doekfiltratie. Wat is dat? Dat is een technologie waarin we poederactief koolpak doseren. Maar dan niet, zoals Sandra vertelde, in de zuivering, maar achter de zuivering. Oftewel, het is een nageschakelde technologie waarin we een beetje een lagere dosering kunnen hanteren dan PAKAS zelf. Dat komt omdat het water is schoner. We concurreren niet met actief slip en met influentachtige concentraties. Maar we hebben het echt over effluent concentraties. En met name die van CZV is een stuk lager. Daardoor kan de poederkool effectiever worden ingezet voor de verwijdering van medicijnresten. Nou, de combinatie zit hem vervolgens ook nog in het feit dat er niet alleen poederkool gedoseerd wordt, maar ook ijzer. Het ijzer is nodig om de poederkool goed te binden, maar als bijvangst is daar ook een goede fosforverwijdering mee te behalen. Dus eigenlijk is het een techniek voor de combinatie van medicijnresten en verdergaande fosforverwijdering. Nou, deze techniek is in Duitsland al op full scale toegepast. Onder andere op de RWCT Laar,
waarover later meer. In 2015 is daar de eerste installatie verrezen. En anno 2023 staan er al meerdere installaties, met name in Baden-Württemberg in Zuid-Duitsland. Voor STOA is de haalbaarheidsstudie in 2020 uitgevoerd. Toen hebben we gekeken naar Duitsland, van wat kan daar, wat speelt daar, hoe werkt de technologie en hoe past deze ook binnen het IPMV. Nou, daar is een studie over verschenen, STOA 2020-21, voor u allen op te zoeken op de STOA-website. En naar aanleiding van de haalbaarheidsstudie heeft de begeleidingscommissie gezegd, nou, dit is interessant genoeg, we gaan door, groen licht bij deze voor een pilot. De pilot is inmiddels al een tijdje afgerond en ook daarvan is de STOA-publicatie reeds online. STOA 2020-22-45 is terug te vinden. Dus alles wat ik vandaag vertel is terug te vinden in de STOA-presentatie. STOA-rapportage, excuses. Wat hebben we onderzocht? We hebben op RWSD Vinkel een pilottest gedraaid. In de maanden voorafgaand aan de pilottest hebben we een consortium gevormd. Daarbij waren liefst 6 waterschappen betrokken. Bij deze nogmaals dank voor jullie bijdrage daaraan. Dat waren goede bijdragen, zowel op inhoud als financiën. Als ook heel veel bezoekjes. Er is heel veel van geleerd door de betrokken waterschappen. En daarnaast een aantal andere partijen, uiteraard STOA. Elico heeft het doekfilter geleverd. Logisticon de overige onderdelen van de pilot. Mecana is de producent van het doekfilter. Dat is via Elico geleverd. En Royal Hasselkoning DFV heeft samen met Elico de test uitgevoerd. En we zien hier ook 3 foto's. Naast mijzelf waren dat Devin, Tonk en Xian die het onderzoek gedraaid hebben. We hebben op een pilotschaal van 2 tot 5 kub per uur de technologie getest. En daar hebben we poederkooldoseringen van 5 tot 15 milligram per liter onderzocht. En gekeken hoe het zit met de verwijdering van medicijnresten. En niet onbelangrijk ook die van fosfor. Het pilotprocesschema ziet er als volgt uit. En dat is tevens een schema hoe de full-scale technologie er ook uitziet. Met 1 uitzondering en die zal ik zo nader toelichten. Wat we doen, we pakken het effluent van een zuivering op. Daar komt in de eerste stap ijzerchloride bij. Dit zou in Duitsland gebeurt het ook met aluminium kunnen plaatsvinden. In Vinkel hebben we gekozen voor ijzer. Middels een statische menger wordt het ingemengd. En vervolgens komt dat in een contacttank. Daar doseren we de poederkool. En dat is dus een relatief lage concentratie ten opzichte van PAKAS. De concentratie is laag die we doseren, maar de concentratie in de tank is hoog. Ik heb ter referentie onderaan de getallen gezet. Het slipgehalte in de contacttank zit tussen de 2 en 4 gram TSS per liter. Vergelijkbaar met een actief slipsysteem. In die contacttank vindt de binding plaats van microverontreiniging aan de poederkool. En daar vindt ook de coagulatie plaats van zowel ijzer met fosfaat als ook ijzer met poederkool om een zwaardere vlok te maken. In de afloop van de contacttank moet ook nog een beetje PE gedoseerd worden. Wederom middels een statische menger wordt dat goed gemengd, om vervolgens in de bezinkfase goed te kunnen bezinken. Nou, in de pilotopstelling hebben we als bezinkfase een lamellenseparator getest. En wat ik al noemde, in de full scale kan dat anders. In Duitsland staan ook installaties met een nabezinktank. Dat betekent dus een nabezinktank na je huidige nabezinktanks. Beide werken allebei goed. Beide kan. Het is een kwestie van smaak en de lokale inpassing welke de beste configuratie is. Het slip wat bezinkt onder in de lamellen of in de nabezinktank wordt teruggevoerd naar de contacttank en daarom kunnen we ook een hoog slipgehalte aanvoeren. Eigenlijk is het gewoon een klein actief slipsysteempje waarbij er geen groei is van bacteriën, maar waarbij we continu pak doseren. De lamellenafscheider in het pilotonderzoek had een afscheidingsrendement van orde grootte 99%. En dat betekent dat de laatste restanten nog naar het doekfilter gaan. Dus het doekfilter is echt een politiestap, een laatste barrière, om restanten van het slipmengsel, we spreken niet alleen maar meer over pak, maar het is een mengsel van ijzer, pak en PE, om die tegen te houden. Nou, in de pilotopstelling hebben we in eerste instantie dat slip teruggevoerd naar de contacttank. Later hebben we het ook wel eens gewoon gespuit. Er dient namelijk ook een spuit plaats te vinden. Die kan zowel op het doekfilter plaatsvinden als bij de lamellentank. Beide kun je als spuistroom gebruiken. Om het een beetje visueel te maken. Misschien is niet iedereen bekend met lamellenafscheiders. Op de pilot hadden we een lamellenafscheider die er als volgt uitzag. Aan de linkerkant zien we een foto met een golfplaatachtige structuur. Dat zijn platen die staan onder een hoek in het water. Daar stroomt het water in. De foto's zijn nog met de droge opstelling. Hierna volgt een natte opstelling.
Daar stroomt het water in. Het poederkool hoeft maar een klein stukje te bezinken. Dat bezinkt enkele centimeters en dan ligt dat op de plaat en gaat het langzaam naar beneden. In de rechterfoto zie je dan de bovenkant en uiteindelijk heeft het een verzamelgoot waar het water bovenin in de verzamelgoot stroomt. Dus het schone water en dat kan afgevoerd worden. Rechts onderin zie je de hele pilotinstallatie in de foto en het gedeelte meest rechts, een schuinige tank, daar zitten de lamellenplaten in. Nou, toen we de reactor eenmaal hadden opgestart, kregen we uiteraard te maken met slip. En dan zien de lamellenplaten er zo uit. Dit is dus het mengsel van ijzer, poederkool, PE, wat neerslaat bovenop die platen, of eigenlijk in de platen, en langzaam bezinkt. En de foto is vanaf de bovenkant genomen. En dan zie je dat er, voor zover dat zichtbaar is, aan de bovenkant eigenlijk best wel helder water is. En naarmate je dichter op de plaat komt, wordt het steeds slibbiger en steeds vuiler. Dat is ook precies de bedoeling, want het slip moet naar beneden zakken. Nou, de restante slip die dan nog over zijn, die spoelen dus aan de bovenkant uit. Dit is de bovenkant van de lamellenafscheider. Daar zie je dus eigenlijk best wel op het oog een helder watertje uitkomen. Het lijkt een beetje op een soort van de nabezinktankgootje, zoals velen van ons dat wel kennen. En dit water werd dan nog behandeld door een doekfilter. Dus dit ogenschijnlijk schone water werd nog een keer behandeld, omdat er, als je er echt naar gaat meten, stiekem nog best wel wat onopgeloste bestanddelen in zitten. Het doekfilter was een pilot unit van het bedrijf Mecana, zoals eerder gezegd. Het is een Zwitserse leverancier en momenteel marktleider op dit gebied. Geleverd door de Nederlandse leverancier Elico. Het was een keurig doek aan de voorkant van de testen, maar aan de achterkant van de testen, toen alles afgelopen was, was het net zo schoon. Dat strakke blauw hebben we ook strak blauw kunnen houden. Dit filter is namelijk voorzien van een soort van stofzuigermechanisme. Dat betekent dat het water, het vieze water, stroomt er aan de buitenkant om die blauwe drum heen, door het doek heen naar binnen. Dus eigenlijk het water wat je op de foto ziet, op de rechterfoto, dat is het vieze water waar nog een x-aantal milligram per liter zwevende stof in zit. En dat gaat door dat doek heen. Voor de visualisatie rechtsboven een aantal foto's van verschillende type doeken, waar wij dus de meest rechter van hadden, het helemaal blauwe. En dan zie je eigenlijk een soort van hoogpolig tapijt, wat je bij de woningboulevard ook zou kunnen vinden, een soortgelijk iets. Het is een heel vernuftig tapijt, want met bijna elk tapijt kun je wel water filtreren. Maar de meeste tapijten zijn niet meer schoon te krijgen. En daar zit hier het geheim van de smid. Dus het is een tapijt wat goed filtert, maar ook weer goed te herstellen is. En dat hebben we ook bewezen, want we hebben een half jaar lang gedraaid. En aan het einde was het doek hartstikke schoon nog steeds. Nou, wat zie je dan in waterkwaliteit als we naar de hele pilotopstelling kijken? Dan beginnen we aan de linkerkant van de bekerglazen. Dat is de oploop van de pilot, oftewel het effluent van RSD Vinkel. Nou, dat was een keurig effluent. Daar zou menig operator trots op zijn, jaloers op zijn, als hij zo'n effluent uit zijn installatie krijgt. Hele lage concentraties zwevende stof, orde grootte 5 tot 7 milligram per liter. Vervolgens krijg je de foto van de contacttank. En voor de actieslipkenners onder u, je ziet eigenlijk al dat hij aan het bezinken is. Want je ziet bovenin een soort van transparanter laagje en onderin begint hij al te bezinken. Het is werkelijk vrijwel hetzelfde als actief slip. Ik zei al, de concentraties liggen op de orde grootte 2 tot 4 gram per liter. Als je dit in een bekerglas giet, krijg je binnen no time gewoon bezinking. Maar dat is dus wel een heel bruin goedje, want daar zit alles in wat je hebt toegevoegd. IJzer, poederkool en PE. Gebonden, gecoaguleerd aan alles wat er in het water zat. En vervolgens moet je dat afscheiden. Nou, dan zie je na de lamellenafscheider dat er al een heel groot gedeelte is afgescheiden. De kleur wordt al een heel stuk beter. En na het doekfilter, afloop pilot op deze foto, is het nog helderder geworden. Dus dit is in kort eigenlijk wat de waterfase te wachten staat als het door deze pilot heen stroomt. Het wordt eerst ogenschijnlijk heel veel viezer, waarin de absorptie plaatsvindt. En vervolgens worden de toegevoegde constituenten worden afgefiltreerd, bezonken en afgefiltreerd. Nou, dan zitten we hier niet zonder reden in de IPMV-sessie. Dan moeten we dus ook vooral over microverontreinigingen hebben. Naast de technologische aspecten over de technische aspecten over de pilot zelf, gaat het ook over het technologische verhaal. Want wat bereiken we hiermee? We zien hier de 7 beste van de 11 gitstoffen. Dat is binnen het IPMV de standaard om technologieën te vergelijken. Nou, wat ik in het begin al zei, we hebben 5 tot en met 15 milligram per liter getest als doseringen van pak. Dan zie je dat bij een 5 milligram per liter een rendement is behaald voor de 7 beste van de 11 van orde grootte 65%.
Nou, voor een nageschakelde technologie zou dit niet voldoende zijn om het gewenste rendement van 70% over de hele zuivering te halen. Dat is een moeilijk verhaal, want dit is een nageschakelde technologie waarbij je waarschijnlijk op de meeste locaties niet het volledige jaardebiet gaat behandelen, maar orde grootte 80% van het jaardebiet. In DWA-termen iets tussen de 1,5 en 1,7 keer DWA. Dat betekent dat je een bepaald rendement moet halen op de nabehandeling zelf, omdat je ook een stukje bypass hebt. Dat rendement is orde grootte 80% wat je zou moeten halen. Hangt erg van de situatie af en de locatie en hoe de RWC doet, maar hou orde grootte 80% even aan voor het gemak. Nou, dan zien we dat we met 10 milligram per liter, ondanks dat er wel fluctuatie is over de drie verschillende testdagen dat we het gemeten hebben, komen we ruim boven de 80% en bij 15 kom je nog net ietsje hoger uit. Niet heel veel overigens, maar wel een beetje hoger. Kijken we dan naar een iets breder palet stoffen. Want waar is het ons uiteindelijk om te doen? Gaat het boekhoudkundig om 7 van de 11 of gaat het om een milieueffect en wil je eigenlijk een breed palet stoffen verwijderen? Dan zie je dat deze techniek het nog best heel erg goed doet, ook in de breedte van het palet. In de donkere kleur zien we de 7 beste. Die doen het uiteraard ook het beste. Dan zien we in de blauwe kleur de 11 gitstoffen en in het groenig alle 19 stoffen die gemeten zijn, de zogenaamde kandidaatgitstoffen. En dan zie je wederom dat bij 10 milligram per liter op de meeste dagen er een relatief hoog rendement is bereikt en bij 15 dat het ietsje hoger is. Duidelijk ook is dat 5 milligram per liter onvoldoende is. Dit betreft wederom enkel de verwijdering over de pilot zelf. Dus het is exclusief het RWC-rendement en ook exclusief het effect van een bypass. Nou, als we dan gaan kijken wat er nodig is in Nederland, en dan kijken we nog even naar de 7 beste van de 11 en 70% verwijderingsrendement, dan hebben we via deze extrapolatie bepaald dat waarschijnlijk 8 milligram per liter een dosering zou zijn waar we het Nederlandse rendement, het Nederlands vereiste rendement mee kunnen halen. Dat is overigens wat anders dan het EU-rendement, daar kom ik later op terug. Maar het Nederlandse rendement, vooralsnog in het IPNV aangehouden, zou bij 8 milligram per liter vermoedelijk kunnen worden behaald. Dan zitten we op ongeveer 80% voor de nabehandelingstechnologie. Dan naar de tweede component die we verwijderen. Dus naast de micro's is fosforverwijdering ook een hele belangrijke. Nou, de meeste waterschappen hebben KRW-opgaves. Dus het is heel erg fijn als je dan toch aan de slag bent met micro's, je ook fosfor kan verwijderen. Nou, daar is deze techniek uitermate geschikt voor. We zien hier best een complex plaatje met veel verschillende stipjes en lijntjes ook. Ik ga ze even stuk voor stuk langs. In de blauwe stipjes zien we over tijd, en dat zie je op de linkeras uitgedrukt, de concentratie P totaal in de oploop van de pilot. Oftewel de afloop van RWC-winkel. Op een kleine hiccup na in de periode begin juni tot mid-juni is de RWC-afloop relatief constant en ook best wel laag. Aan het einde werd hij zelfs heel erg laag. Orde grootte 0,6 milligram per liter. Maar in het begin, mid-juni ongeveer, zat hij dus tijdelijk even hoog door een technische storing op de zuivering zelf. Dat gaf ons de kans om ook verschillende situaties te onderzoeken. Dus voor het pilotonderzoek eigenlijk heel erg fijn. In de ruitjes, een beetje groenige, gelige ruitjes, zien we de afloop van de pilot P-totaal. Dus dat is de concentratie, wederom op de linkeras, die we bereikt hebben. Nou, die is relatief constant op een periode rond 21 juni na, waar hij die tijdelijk even uitschoot. En in juli hebben we concentraties bereikt van onder de 0,1 milligram per liter P-totaal. Ja, dat zijn eigenlijk onwaarschijnlijk lage concentraties. Dan zit je ook in de buurt van de meetgrens. De meetgrens voor de Haaglange kitjes ligt op 0,05. Dus daar zit je echt in de buurt. Daar zaten we een enkele keer ook onder, of dus eigenlijk op de meetgrens gerapporteerd. Wat je in de kruisjes ziet, dat is de molratio ijzer tot P. Die wordt best vaak uitgedrukt als ijzer tot PO4P. Hier hebben we hem bewust uitgedrukt als ijzer tot P totaal P. Moet ik het goed zeggen? En dat komt omdat we al best wel in een heel erg laag bereik zitten. En in die kruisjes zie je op de rechteras ook dat we initieel op een dosering zaten van ongeveer molratio 2,5. Maar uiteindelijk ook wel wat omhoog zijn gegaan naar boven de 5 tot zelfs richting 10. Met een enkele uitschieter nog weer daarboven. Het toont aan dat waarschijnlijk molratio's van orde grootte 5 tot en met 10 nodig zijn om deze hele lage fosforconcentraties te bereiken. Dat is best een significante molratio.
Aan de andere kant, in diezelfde periode, waren de blauwe stipjes, de concentratie in de oploop, ook laag. Dus in absolute termen valt de dosering mee. De molratio is hoog, de absolute dosering is relatief beperkt. Dan zien we ook nog de oranje lijntjes. Dat zijn de pakdoseringen, ook op de rechteras uitgelegd. 10, 15, 10 en 5 milligram per liter. En voor zover we daar een relatie uit konden destilleren, was het eigenlijk geen relatie. Er is geen eenduidige relatie tussen de poederkooldosering en de hoeveelheid fosfor verwijderd. Dus het lijkt vooral alsof de fosforverwijdering, en dat is ook conform de theorie, aan de ijzerchloride dosering gebonden is. Wat wel interessant is, is om te kijken naar de fracties. En dat zien we in dit overzicht. Dit is een totaal overzicht van de gemiddelde concentraties gedurende het hele pilotonderzoek. Helemaal links beginnend zien we dat de totaal P in de oploop rond de 0,9 tot 1 milligram per liter lag. Met een flinke uitschieter als error bar erop. Het is hoger geweest en ook een stukje lager. De totaal P in de afloop van de pilot is gemiddeld onder de 0,2 gebleven. Oftewel, er vindt een verwijdering van orde grootte 1 naar 0,2 plaats. Nou, dat is een enorme stap. En dat zou ook een stap zijn waar heel veel KRW-doelen waarschijnlijk mee behaald kunnen worden. Interessant is dan om te kijken in welke fractie zit dat. Nou, de volgende twee staafjes, dat zijn de totaal opgeloste P en de totaal gebonden P. En die zijn nog weer onderverdeeld in de fracties daarnaast, de laatste vier. En daar wil ik eigenlijk even naar kijken met u. We zien eerst de ortho P, dat wordt vaak gemeten. Nou, dat is het grootste bestanddeel van de totaal P. En je ziet dat de ortho P ook vrijwel volledig verwijderd is. Wat dan interessant is, is de opgelost organische P, die ook vaak DOP wordt genoemd, de DOP-fractie, de Engelse afkorting ervan. Daar wordt vaak van gezegd van die is heel moeilijk te verwijderen. Nou, het lijkt hier toch op dat deze fractie binnen alle meetgrenzen en onzekerheden, want we zitten echt aan de onderkant van het meetbereik, maar dat die toch wel verwijderd is. De gebonden organisch lijkt niet veel mee gebeurd te zijn. En het resterende deel wat er van P nog uitkomt, lijkt eigenlijk metaalgebonden. En dat zijn waarschijnlijk hele kleine pinpoints die wel met ijzer hebben gereageerd, maar niet zijn gecoaguleerd en niet zijn bezonken. Dus dat is het gedeelte wat er nog een beetje doorheen komt. Dus ook voor de discussie over DOP. DOP lijkt dus gedeeltelijk verwijderd te kunnen worden in een dergelijke opstelling. Poppetje gezien, kastje dicht. Dank aan team AMA's voor de fantastische begeleiding van de pilot. Het was een ware genoegen om met jullie samen te werken. Een hele fijne en goede doorlopen pilottest. Daarna moesten we terug naar de tekentafels of de uitwerktafels met alle resultaten onder de arm. En hebben een uitwerking van, van de technologie gemaakt. Nou, een van de belangrijke stappen binnen het IPNV, dat is de CO2 footprint. En deze is hier berekend op basis van de 8 milligram per liter die ik eerder al noemde. En een 5 milligram ijzer per milliliter. 5 milligram ijzer per liter, excuses. Dan zien we dat de pak plus doek het eigenlijk ongeveer even goed doet als een ozon, maar beduidend beter doet dan de PAKAS. En PAKAS is in dit geval de referentietechnologie waar het mee vergelijkt. De dosering van poederkool is lager dan bij PAKAS. En je kan dus met een lagere poederkooldosering ook een lagere CO2-footprint halen. Voor de rest zijn de waardes ongeveer gelijk. Het verschil zit hem echt met name in de gereduceerde poederkooldosering. Onderdeel van de IPNV-studie is ook een doorkijk naar de praktijkschaal. Ik refereerde in het begin al naar Duitsland. Daar staan een aantal full-scale installaties en een enkele daarvan hebben we ook bezocht. Dit was de allereerste installatie op de RWSD Laar in Zuid-Duitsland. En daar zien we van links naar rechts de contacttank. Een verblijftijd van ongeveer een half uur. Een paar baffles erin, waardoor je een onder-overstroom principe krijgt. Eigenlijk drie contactkamers met een menger erin, waar dus de coagulatie plaatsvindt en de absorptie plaatsvindt. In het midden zie je de foto van de poederkooldoseerinstallatie, die is nodig. Met rechts daarvan in het zwart ook de ijzerchloride doseerinstallatie. En op Laar hebben ze geen lamellenbezinker, maar een nabezinktank. Die zie je in de meeste rechterfoto. Nou, dat is eigenlijk een knoepert van een tank en dat is ook tevens een van de aandachtspunten van deze technologie. Je hebt een behoorlijk groot bezinkoppervlak nodig om na de contacttank alle poederkool weer te kunnen bezinken. Dat is echt, daar moet er ruimte voor zijn. Dat is echt een aandachtspunt voor de inpassing op zuiveringen. En verder de doorkijk is links in de foto de pompenkelder. Er zijn ook best wel wat pompen nodig, want je moet de spuislipstromen heen en weer pompen. Dan gaat water van de ene naar de andere stap. Dus daar komt pompenergie bij kijken. Dan zie je in het midden het doekfilter in werking. En aan de rechterkant een doekfilter
uit het bedrijf genomen. Eén segment. In dit geval een groen doek. En daar zie je ook dat de operator van dienst uit Laar, die kan het doek ook openen en van het segment afnemen om hem één keer per jaar gebeurt dat grondig te reinigen van binnenuit. Dus voor de jaarlijkse poetsbeurt, laten we hem zo noemen, naast de dagelijkse stofzuigerbeurten kun je de segmenten uitnemen. Dit geeft een impressie van hoe je zo'n technologie op full scale kan visualiseren, hoe het eruit zou kunnen zien. Als we dan kijken naar de conclusies van het onderzoek, dan kunnen we concluderen dat het een robuuste technologie is. We wisten dat die al in Duitsland op full scale aanwezig was, oftewel TRL 9. In Nederland was die nog niet getest, dat is nu bij deze wel gebeurd. We zien geen grote afwijkingen tussen de Duitse technologie zoals we die daar kennen en de Nederlandse toepassing. Dat is grosso modo gelijk. De ontwerpgrondslagen, de verbruiken, komt heel erg overeen. En daarmee is gewoon te concluderen van dit is morgen toepasbaar, dit staat ergens, dit kan ontworpen worden en het ligt bij wijze van spreken op de plank. We hebben aangetoond dat er goede verwijderingsrendementen te behalen zijn voor zowel microverontreinigingen als fosfor. En ook, nog niet eerder benoemd, we hebben een reductie van de ecotoxiciteit aangetoond. De eerdere spreker Sandra die noemde al de bio-assays. Nou, we hebben eenzelfde set bio-assays getest. En daarin is aangetoond dat de effecten op die bio-assays met meer dan 50% afnemen. Oftewel, voor de ecotoxiciteit is het een positief resultaat en daarmee voor het oppervlaktewater. Als we kijken naar de toepassing op de RVSD, dan zei ik al dat ruimtebeslag is een aandachtspunt. En dat zit er met name in de bezinkfase. Die is behoorlijk groot, maar toch ook de contacttank. Dat is een half uur verblijftijd, dus je moet iets hebben met een HRT van een half uur. Nou, dat is geen klein tankje. De doekfilters daarentegen zijn behoorlijk klein. Ten opzichte van andere technologieën, en denk dan vooral aan oxidatietechnologieën, is het energieverbruik relatief laag. Dat is eigenlijk vooral beperkt tot pompfases en een enkel mengertje of de stofzuiger. Maar de doekfilter zelf en ook de lamellen verbruiken eigenlijk bijna geen energie. Het spuislip is er wel iets waar rekening mee moet worden gehouden. We hebben dus een mengsel van poederkool, ijzer en PE. En dat moet ergens verwerkt worden. Dat kan terug naar de AT, ergens de zuivering in. Dat gebeurt veelal in Duitsland. Je zou het ook extern kunnen afvoeren als je daar een reden voor hebt. Of als je dat graag zou willen doen en bijvoorbeeld niet in je AT zou willen hebben. Bij die 8 milligram per liter aan poederkooldosering hebben we het over een toename van 6-7% extra slip in tonnen DS per jaar. Dus ook richting de slip eindverwerker is het wel een significant aantal. Hier moet je wel rekening mee houden in je meerjaren slip begrotingen en plannen. Geconcludeerd kan worden qua kosten dat de prijs wat hoger is dan die van Pakas, als we het in euro's per kuub uitdrukken. Dat komt met name door de hoge investeringskosten. Pakas is relatief goedkoop. Enkel een poederkooldoseringsinstallatie zou volstaan. Nou, hier hebben we het over een hele nageschakelde trein met contacttank, verschillende doseerinstallaties, een bezinkstap en een doekfiltratie. Op investeringskosten is dat veel duurder dan Pakas. De operationele kosten daarentegen zijn lager. Met name omdat de poederkooldosering lager is. Nou, als we het dan in de bekende vergelijkingsmatrix gooien en bekijken wat dat doet, dan kijken we wederom alleen maar naar Pakas, want dat is eigenlijk de referentietechnologie hiervoor. Dan zien we dat de CO2-footprint, zoals eerder ook gezien, ietsje lager is. De kosten liggen wel beduidend hoger. Het rendement kan ietsje hoger zijn. Je kan makkelijker ook een hoger rendement halen als je dat wil. En de reductie van ecotoxiciteit is onvergelijk. Ik denk dat het meest onderscheidende is de fosforverwijdering. Met de pak plus doek configuratie zoals getest kun je een verdergaande verwijdering van fosfor behalen, wat met Pakas niet het geval is. Wat ik eerder al zei, en daar zie je ook het fotootje van, deze studie is al 2 jaar geleden uitgevoerd en vorig jaar gepubliceerd. Dit zijn de inzichten ook van destijds. Denk met name ook bij de kosten aan een kostenprijspeil van 2017. Vraag uw adviseur om de actuele kosten als u nu een kostenplaatje wil hebben. Want er kan wel gesteld worden dat deze kosten niet meer representatief zijn voor 2023. Daarnaast speelt nog het volgende. Als we de meeste recente inzichten pakken eigenlijk uit de markt, dan zien we op de poederkoolprijs behoorlijke fluctuaties. Dit is ontstaan door meerdere redenen. Corona werd opgevoerd, zeker ook de situatie in Oekraïne. De wereldmarkt in het algemeen, grondstofprijzen, energieprijzen. De 2000 euro per ton waar we initieel van uitgingen, die is niet heel erg actueel meer.
Dat zit eerder in de orde grootte van 4 tot 6, met misschien wel uitschieters af en toe daarboven. Dat doet wel heel erg veel voor de business case. Hou daar rekening mee als je deze technologie overweegt. Laat hem op actuele prijzen uitrekenen. En neem ook goed mee dat een groot deel van de operationele kosten is het poederkoolverbruik. Dus een fluctuatie naar boven of naar beneden kan negatief of positief uitpakken. Nou, wat ook steeds duidelijker wordt in het IPMV, waar steeds meer focus ligt op duurzame technieken, is dat de duurzaamheidsscore van groot belang is en toch van poederkool relatief laag is. De pak zoals wij getest hebben, dat is van Cabot, de Norit SAE Supra. Dat is een bekende gangbare kool, vergelijkbaar met de Camvarin kool die ook veel getest wordt. Dat is een hele effectieve kool, een hele goede kool, maar wel een kool van fossiele herkomst. En dat zijn tot nu toe de meeste kolen die we op de markt zien. Ja, de ontwikkeling van duurzame en betaalbare pak gaat langzaam. We zouden het van harte toejuichen als er partijen zijn die daar een mooie product voor op de markt hebben. Dat zien we nu nog niet. Dus dat is wel iets wat je mee moet nemen ook in de overweging voor de technologiekeuze. Dan als allerlaatste. We weten, of de meeste van ons hebben er denk ik van gehoord, dat er een herziening van de richtlijn stedelijk afvalwater aankomt. En dat betekent dat de dosering van poederkool waarschijnlijk omhoog moet. Want we hoeven niet meer 70%, maar we moeten 80% van de stoffen gaan verwijderen. En mogelijk ook nog een paar andere stofjes dan we nu gewend zijn. Daarover nog een discussie. Maar wat zeker is, is dat de poederkooldosering waarschijnlijk van 8 naar een niveau van 10 tot 12 milligram per liter zal gaan om die 80% te halen. Over effluent ten opzichte van influent van een RVCT. Dat verandert de situatie ten opzichte van enkele jaren geleden ook. Ook uit die herziene richtlijn stel ik afwater strengere P en N eisen. Nou, wat we al hebben geconcludeerd, voor stikstof is het een, voor fosfor is het een fantastische technologie. Helaas hebben we ook gezien, dat hebben we gemeten, gebeurt er voor stikstof eigenlijk niks. De stikstoftotaalconcentratie voor en na de pilot is ongeveer gelijk. Dus deze techniek kan niet in worden gezet op locaties waar je een stikstofverwijdering ook nodig hebt. Daar zou een denitrificerend zandfilter een logischere stap zijn. Nou, hierbij ben ik aan het einde gekomen van mijn presentatie. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de aandacht. En ook nogmaals Devin, Tonk en Xian voor de uitvoering van het pilotwerk. En het team van Vinkel voor de goede en gastvrije ontvangst. Dank jullie. Arnoud, dankjewel voor deze presentatie waarin je hebt onderzocht, waarin je hebt uiteengezet wat de combinatie van poederkool en doekfiltratie ons kan brengen. We gaan weer even een vraag richting u, luisteraar en kijker, sturen. Zou je pak en doek willen toepassen in een zuivering? Daar komen we dan zo meteen op terug. En in de tussentijd, Mirabella, aan jou de vraag of er wellicht andere vragen via de chat ons zijn toegekomen. Jazeker. Er zijn toch wel een boel vragen rondom het polymeren, Arnoud, wat je toevoegt. Ik zal ze niet allemaal tegelijk stellen. Eerste belangrijke vraag die mensen niet goed meegekregen hebben, is polymeer nou echt nodig om poederkool? Of is polymeer nou echt nodig om de micro's te verwijderen? Of is dat alleen voor de fosfaatverwijdering nodig? Hele goede vraag. Hele goede vraag. En die was gelukkig ook al bij voorbaat door de begeleidingscommissie gesteld. Van jongens, is die PE echt nodig? Want ja, het is niet het allerfijnste goedje. Als we het kunnen vermijden, dan graag. In Duitsland kwamen we erachter dat er overal PE-dosering was. Dat is niet voor de microverontreinigingen en het is ook niet voor het fosfor. Het is puur voor het binden en goed kunnen afscheiden van het mengsel van poederkool en ijzerchloride en alles wat daaraan gebonden is. Wij zijn de pilot testen op advies van de BC dan ook begonnen zonder PE. Daar moesten wij helaas na enkele weken al op terugkomen. We hebben de installatie gedraaid met ijzerchloride en met poederactief kool. En we merkten na enkele weken dat het gewoon eigenlijk niet ging. Er was veel te veel doorslag van dat slipmengsel vanuit de lamellenafscheider naar het doekfilter. En dat kon het ook niet meer aan. Dat was zo'n overbelasting. Nou, toen hebben we toch op basis van de ervaring in Duitsland hebben we uitvoerig contact mee gehad. Welke PE, hoe te doseren, hebben we een PE-dosering ingebracht. En vanaf dat moment liep het vlekkeloos. Dus helaas, ik had het liever ook niet gezien, maar lijkt de dosering van PE een... Ja, noodzakelijkheid. Hoeveel moet je dan doseren? Wij zijn nu uitgekomen op een dosering van 0,4 milligram actief PE per liter. Dus dat kun je terugrekenen wat dat is in bijvoorbeeld sliptermen, hoeveel ja. als referentie. Het is niet heel erg veel. Het betekent wel dat je op locatie, dat zagen we in Duitsland overal, een separate
PE-aanmaakunit hebt, dan wel droog, dan wel nat. Dus er komen ook gewoon voorzieningen en ook veiligheidsaspecten bij kijken. Dit heb je wel nodig. En het lukt niet zonder. Dat is ondertussen wel duidelijk. Oké. Dan doorgaande op dat polymeer. Hè. Je geeft nu aan dat heb je nodig. Er zijn toch wel wat vragen over dat polymeer voeg je toe vlak voordat je het effluent loost. Gaat dat wel goed? En wat vindt een vergunningverlener, handhaver daarvan? Ja, wederom een hele terechte vraag. Het zit inderdaad best wel aan de eindkant van de zuivering, vlak voordat je letterlijk het hek verlaat. Wij konden niet aantonen, we hadden geen testen voorhanden, moet ik zeggen, om te zien of er nog polymeer in het effluent aanwezig was. Dus feitelijk heb ik hier geen antwoord op. We zien wel dat er een hele goede afscheiding van zwevende stof is. De TSS-concentraties in de afloop van de pilot waren heel erg laag. Waarmee je mag aannemen dat de concentraties van alles wat je toegevoegd dus ook heel erg laag zijn. We hadden een continue NTU-meter en er waren echt hele lage NTU-waardes. Er kwam kraakhelder water uit. Dus mijn vermoeden, wederom vermoeden, is dat het meevalt met de PE aan de achterkant. Maar ik zou het graag zien dat hier nog een nadere test op wordt gedaan als dat mogelijk is. Refereren naar de situatie in Duitsland. Dit hebben we ook gevraagd. En dit kwam bij de lokale Duitse autoriteiten, operators, vergunningverleners, niet als struikelblok naar voren. Oké. Dan vroeg iemand inderdaad ook naar uitspoeling van kool. En je gaf aan, ik heb een lamellenscheider en een doekfilter. Er komen een aantal vragen uit naar voren van, je gaf een heel hoog rendement aan voor de lamellenscheider. Heb je dat doekfilter dan nog nodig? Hoeveel spoelt er eigenlijk uit? En je gaf op het eind aan dat je nabezinktank gaat toepassen, terwijl je een lamellenfilter hebt getest. Dus er zijn een heleboel vragen over, heb je dat nou allemaal nodig? Ja. Spoelt er poederkool uit of niet? Je hebt net al eigenlijk gezegd dat dat niet gebeurt dankzij die polymeren ijzer. Maar heb je dan al die stappen ook echt nodig? Ja, wederom, beste luisteraars, dank voor de vraag. Goede vraag ook. Je zou haast kunnen stellen, als je een hele goede nabezinkstap hebt, dat het misschien wel goed komt. En dat gaf de Duitse operator ook eigenlijk met zoveel woorden aan, totdat je eens een dagje RWA krijgt of iets anders vervelends. Er stroomt in één keer wat meer debiet doorheen, of je hebt een opwerveling die je even niet voorzien had, er gebeurt iets. En dan is het doekfilter toch vooral een politiefilter. Want je wil wederom, omdat je aan de achterkant van de zuivering zit, echt voorkomen dat er een hele stoot poederkool in je oppervlaktewater terechtkomt. Dus dat doekfilter heeft misschien niet altijd zoveel te doen. Dat ligt een beetje aan de belasting van je bezinkstap. Of dat een lamellenstap is of een traditionele bezinker. Maar je wil hem echt wel hebben voor de noodsituaties. Dus doorgaans doet hij relatief weinig. Maar op sommige cruciale momenten heb je hem echt nodig. De vraag over lamella versus bezinking. Wij hebben in het pilotonderzoek een lamella afscheider onderzocht. Daar is in Duitsland ook een full-scale referentie van. De meeste installaties in Duitsland draaien op een traditionele bezinktank. Dat is een beetje om het even. Beide kunnen een even hoog rendement halen. Het is vooral een verschil in ruimtelijke footprint en kosten en opvoerhoogtes die je lokaal per situatie moet afwegen. Maar eigenlijk kunnen beide technieken, een bezinktank of een lamellenafscheider, hetzelfde rendement halen. En ja, dat rendement moet dus hoog zijn, want als dat niet hoog is, dan overbelast je je politiefilterstap, in dit geval het doekfilter. Oké. Dat waren, of ik zie nog een vraag net weer binnenkomen. In de vorige presentatie van Sandra werd aangegeven, we kunnen duurzaam poederkool toepassen. Jij gaf aan dat dat hier een struikelblok is. Hoe kan dat? Waarom kan je die duurzame poederkool niet in deze technologie toepassen? Nou, de toepassing is zeker mogelijk. Voor het verhaal van Sandra en het verhaal wat ik net verteld heb, zijn er geen verschillen in de toepasbaarheid van een duurzame kool. Ik denk dat Sandra vooral aan heeft gegeven dat het kan. Dat kan bij ons ook. Mijn marktervaring, als ik op de afgelopen jaren terugkijk, is dat de prijs hoog is en dat er momenteel gewoon nog geen producten in bulkvolumes voor lagere prijzen, hoge duurzaamheidsscoren en hoge effectiviteit voorhanden zijn. Ik juich het van harte toe als die wel komen. Maar wij zien daar nog een beperkte ontwikkeling in de markt in. Het zou heel fijn zijn als het er is. Dus om het goed te zeggen, het kan wel. Ook deze technologie kan met een duurzame kool worden uitgevoerd. Dat is niet anders dan PAKAS, maar het is volgens mij nog niet voorhanden. Oké, nou misschien wat voor de discussie, Roger. Dit waren de vragen. Ja, prima.
Ik heb zelf ook nog een kleine vraag aan Arnoud. En het gaat over de configuratie. Je hebt in je presentatie ook genoemd dat je toch behoorlijk wat bezinkoppervlak nodig hebt. En daarna heb je een doekfilter als soort van politiestap, zeg maar. Is er een efficiëntiewinst te behalen als je zou kiezen voor een iets kleinere nabezinktank? Dus lagere investering en een iets grotere doekfilter, zodat je tot een soort van investeringsoptimum komt door de twee groottes op elkaar af te stemmen? Ja, hele terechte vraag, Roger. En ik denk dat feitelijk dat optimalisatieproces al heeft plaatsgevonden en dat we op het optimum zitten. We zouden met een echt een kleinere bezinktank kunnen werken. Dat betekent dat er veel meer zwevende stof naar de doekfilter zou gaan. Het zou ook andersom kunnen. Je kan er nog een veel grotere nabezinktank bouwen en dan komt er bijna niks naar de doekfilters. Hier zit al een optimalisatie in. Die heeft al plaatsgevonden in Duitsland. En voor elk individuele geval zou je nog een beetje kunnen spelen. Maar ik denk dat de orde grote richting waar we nu op zitten wel ongeveer het eindplaatje is. Een heel veel kleinere bezinkstap gaat niet werken. Dat is exponentieel veel doekfilteroppervlak. En andersom ook niet. Ja, oké. Okay. Helder. Kijken we, voordat we overgaan naar de volgende en laatste presentatie van vandaag, nog even naar de poll. Zou je pak en doek willen toepassen in een zuivering? Ruim de helft van degenen die hebben geantwoord, die zouden dat willen. Met name vanwege de gelijktijdige verwijdering van fosfaat. Wat natuurlijk ook in deze presentatie tot uitdrukkelijk voordeel van deze configuratie is gepresenteerd. Een derde van de antwoorden is dat men niet betrokken is bij de keuze voor realisatie van een bepaalde technologie. En een 10% is wel betrokken, maar weet het nog niet. Dus de combinatie van microverontreiniging, verwijdering en fosfaat is natuurlijk het sterke punt van deze combinatie van technieken. Arnoud, dankjewel voor je verhaal. En dan gaan we over naar de volgende spreker, ook de laatste van vandaag. Het is wederom Herman Evenblij van RHDHV. En dit keer gaat hij ons iets vertellen over het voorkomen, en misschien ook wel over het voorkomen van poederkool in effluent. Herman, aan jou het woord. Dankjewel, Roger. Ja, maar gelijk even een disclaimer. Nee, ik ga niet praten over het voorkomen van pakken en effluent. Okay. Dat mogen anderen doen. Ik ga met name praten over wat gebeurt er als het erin zit. Kun je het dan nog aantonen en hoe kun je dat kwantificeren? En dan geef ik meteen ook de eerste slide weg, denk ik, met deze zin. Wat hebben we onderzocht? Als je poederkool gaat doseren in actief slip, dus het spaakasproces of in een granulair actief slip, dan wil je weten hoeveel van die kool wordt nou daadwerkelijk in het slip ingevangen. Want alles wat niet ingevangen wordt, dat raak je waarschijnlijk kwijt via het effluent. En om jullie meteen even een indicatie te geven over de lastigheid van die opgave, heb ik in een aantal kleine glazen buisjes voor zover mogelijk 1,5 milligram kool, 6 milligram en 10 milligram kool afgewogen. Nou, je ziet, als je kijkt naar 1,5 milligram, dat kun je bijna niet zien liggen. Laat staan als dat in 1 liter water zit. En als je denkt aan de presentatie van Sandra zojuist, die praat over doseringen van 10, 15, 20 milligram per liter. En wij zeggen tegen elkaar, ja, eigenlijk mag je niet meer dan 5% daarvan kwijtraken in het effluent. Dat, ja, gevoelsmatig zeggen we, ja, dat moet eigenlijk niet veel meer zijn dan 5%. Dan zie je dat als je dus 5% van 20 is volgens mij een stuk kleiner. Ik weet het even niet uit mijn hoofd. Maar dat is veel minder dan 1,5 milligram. We hebben zelf in ons onderzoek gedacht van, nou, we moeten eigenlijk een methode vinden die nog net 1,5 milligram in een liter water kan aantonen. Nou, dat gaat dus over zoveel of 1/3 van de kool die je in dat linkerbuisje ziet zitten. Lang verhaal. Het is een interessante opgave. Nou, waar moet het dan over gaan? De vraag is natuurlijk van, wat dan? Wat is eigenlijk die kool?
Waar is het uit opgebouwd? En hoeveel daarvan treffen we aan in het effluent? Hoe gaat dat dan? Kun je iets zeggen over deeltjesgrootteverdeling? Maar ook, wat is nou eigenlijk de betekenis ervan? Hè? Is het erg dat er pak in het effluent terechtkomt? En hoe erg dan? En je wilt ook weten, die pak die je daar in het effluent hebt zitten, die heb je in het water gestopt om micro's vast te leggen. Dus je moet ervan uitgaan dat als er in het effluent pak zit, dan zitten daar ook verhoogde hoeveelheden medicijnresten op. Laten die misschien op een gegeven moment weer los? Komen ze beschikbaar voor de natuur, voor de beestjes die daar zitten? En dan als laatste vraag, daar ging eigenlijk een groot deel van de aandacht naar uit. Als het dan terechtkomt in je effluent, hoe kun je kwantificeren hoeveel dat dan is? Moet dat dan via een TSS-bepaling, een totaal zwevend stofbepaling, of een door te kijken, visueel met een eikreeks van filterpapiertjes, of kun je dat door je zwevend stof te verhitten en dan zien hoe de massa afneemt, of kun je het onder de microscoop leggen of met een spectrofotometer, dus de golflengtes bepalen en diffractie daarvan, of een hele simpele troebelheidsmeter. En er zijn, zullen we straks zien, nog meer mogelijkheden. Dus daar hebben we naar zitten kijken. Nou, hoe hebben we dat gedaan? We hebben eerst gekeken in de literatuur, hè, omdat in Duitsland wordt al sinds de jaren 90 wordt er poederkool gedoseerd aan water. En er wordt ook in Duitsland zelf, maar ook in Zwitserland, veel onderzoek gedaan naar de verwijdering van micro's met poederkool en wat daar allemaal bij komt kijken. We hebben natuurlijk in PAKAS wat dingen hierover gezegd ook. Nou, we hebben de universiteiten in Duitsland afgestruind. En we hebben ooit ook voorafgaand aan het onderzoek op Simpelveld, hebben we op een benchscale Nereda ook wat onderzoeken gedaan aan poederkooldosering. Dus die hebben we allemaal mee laten tellen, mee laten lopen, meegenomen in dit onderzoek. Vervolgens hebben we interviews gehouden met de mensen van het competentcentrum in Baden-Württemberg. Dat is hetzelfde Bundesland waar al sinds de jaren 90 poederkool wordt gedoseerd. En op het EAWAG, daar is een instituut dat lijkt een beetje op STOA. Dat is het verband van de Zwitserse afvalwaterbedrijven. Die hebben ook een heel onderzoeksinstituut eigenlijk om de waterschappen te helpen om nieuwe technologie te implementeren. Dus we hebben haar ook geïnterviewd. En we hebben met leveranciers van de kool gepraat. En dan vervolgens zijn we gekomen tot een aantal analysemethoden die we zouden willen bekijken of willen evalueren. Van, zouden we deze kunnen gebruiken in Nederland om poederkool te meten in effluent? En vervolgens zouden we idealiter willen eindigen met een meetmethode, zodat bij alle toekomende full-scale applicaties mensen aan de gang kunnen met het kwantificeren van poederkool in effluent. Dat zijn de onderwerpen en hoe we het aangepakt hebben. Eerst maar even heel kort iets over de effecten van PAK in effluent. Daar zijn een aantal onderzoeken, langlopende onderzoeken en nog steeds aan de gang, naar wat nou eigenlijk het effect is van het feit dat je medicijnresten weghaalt uit het effluent. En er is in Duitsland vrij uitgebreid onderzoek gedaan, echt in real life, hè, op ontvangende beken en kleine riviertjes, naar de effecten daarvan. En nou, wat ze daar konden zien was dat als je dat doet, hè, als je een poederkooldosering installeert, dan zie je dat de toxiciteit van die lozing verlaagt. Nou, dat hebben wij in onze onderzoeken zien we dat ook. Hè. Bij Simpelveld kon je zien dat op de manier zoals wij dat meten, dat je een verlaging van 50% bereikt. En interessant is dat in Duitsland ook vastgesteld werd dat zij aan het ecosysteem eigenlijk niet meer konden zien waar komt nou de effluentlozing erbij, terwijl dat voorheen wel te zien was. Hè. Voorheen kon je zien, hier verandert er iets aan het ecosysteem, soorten, minder soorten of kleinere populaties of afwijkende in de populaties. Ik weet niet exact de effecten. Maar ze konden eigenlijk na een x aantal jaren niet meer zien dat er effluent bijgekomen was op die beek. En impliciet zit daarin dat je mag aannemen dat ook daar een klein deel van de poederkool uitspoelt.
dat die in ieder geval niet een dermate groot effect heeft dat dat in de ecologie zichtbaar wordt. Dat is het bovenste bullet. De onderste bullet gaat over een onderzoek specifiek naar het effect van poederkool op watervlooien. En ze hebben op allerlei manieren poederkool in contact gebracht met een populatie watervlooien. En daar kon je zien dat in sommige situaties, als je onbeladen poederkool hebt, dan zie je wel een effect. Als je poederkool hebt die helemaal vol zit met alleen maar diclofenac, dan zie je ook een effect op de watervlooien. Maar als je een poederkool neemt die uit een zuivering komt, waar die poederkool is gedoseerd om medicijnen vast te leggen, waar dus een cocktail aan medicijnresten op zit, dan zag je geen chronische effecten op die watervlooienpopulatie. Je ziet uiteraard wel dat het zijn doorzichtige beestjes. Dus je ziet dat ze poederkool in zich hebben, maar ze ondervinden daar geen nadelige gevolgen van. Dus dat is wat wij nu op dit moment, of wat ik heb kunnen vinden over de effecten van poederkool in effluent. En specifiek dan op één soort organisme. Dan is er een waslijst aan manieren om hoeveelheid poederkool in effluent vast te stellen. Hier heb ik de vier, die zou je kunnen klassificeren als kansrijk. Vier methodes, waar nummers 1 en 3, dus de Schwarzgradbestimmung en de thermografimetrie, daar kom ik in de volgende slide nog even op terug. Troebeling, dat is eigenlijk wat we allemaal al kennen als een troebelheidsmeting. De mate waarin licht verstrooit in water is een mate voor de hoeveelheid van verontreinigingen in dat water. Een andere interessante, althans we dachten van tevoren dat die wellicht interessant zou zijn, is de deeltjesdichtheid. Hè. Als je gewoon de deeltjes in je zwevende stof weet op te hopen en je kunt heel nauwkeurig de dichtheid daarvan bepalen, dan kun je heel duidelijk een verschil zien tussen poederkool en gewone zwevende stof. Dat zit hem in de dichtheid. Alleen die heeft het uiteindelijk niet gehaald. En daarnaast is er nog een hele waslijst aan afvallers geweest. De gangbare dingen die we kennen, doe een droge stofbepaling. Doe een gloeirestbepaling. Hè. De verwachting van misschien dat die kool net iets anders reageert in een gloeirestbepaling. Kun je niet gewoon onder de microscoop kijken naar kool in water? Nou, dat blijkt eigenlijk niet te doen. Een deeltjestelling. Er zijn enorm nauwkeurige deeltjestellers. Die kunnen tot ver onder de micron range kunnen ze deeltjes zien en karakteriseren. Je kunt een DOC en een THC-bepaling doen. En je kunt zelfs ook nog een koolstofdatering doen. Dan kun je laten zien dat het zwevend stof wat je normaal gesproken in je effluent hebt zitten, dat een veel jongere leeftijd heeft dan de fossiele actief kool die je gebruikt, die veel ouder is. Eigenlijk bij al deze bepalingen is duidelijk, je kunt als je weet dat er alleen actief kool in je water zit, kun je dit prima gebruiken. Maar omdat je een mengsel hebt, je kunt bij bijna al deze methodes geen onderscheid maken tussen kool en gewone zwevende stof. Dat is één nadeel. En het andere nadeel is met name bijvoorbeeld de koolstofdatering. Daar heb je milligrammen van nodig om die analyse op te kunnen uitvoeren. En dat kost veel te veel moeite om in effluent wat een paar milligram per liter heeft, dan moet je de 10, 20, 30 liter gaan filtreren en al die zwevende stof netjes verzamelen en dan vervolgens ook in je apparaat brengen om dat vervolgens te dateren. Dat blijkt praktisch niet uitvoerbaar. Dus dan gaan we nu even wat nader in op de Schwarzgradbestimmung en de thermografimetrie. De Schwarzgradbestimmung is eigenlijk een hele recht toerecht aan hele eenvoudige manier. Wat je doet is, je maakt een soort doseerreeks met bekende hoeveelheden actief kool in je effluent. En die filtreer je over een papiertje. En dan vervolgens maak je een foto daarvan en zeg je, nou, dit is een filterpapiertje met 1/10 milligram per liter aan actief kool. Dit is een filterpapiertje met 2/10 tot en met, hoe ver je maar wilt gaan, 2, 3, 4 milligram per liter. En je ziet dat het filtertje steeds zwarter wordt. Naarmate er meer kool in je water zit, wordt dat filter steeds zwarter. Dus wat je moet doen is, je moet eerst een eikreeks maken met bekende hoeveelheden kool. En dan vervolgens, dan heb je die foto's liggen.
En dan vervolgens ga je, als je installatie aan het draaien is, zeggen, nou, ik wil nu weten, na zoveel maanden dosering, wat komt er nu aan poederkool uit mijn in mijn effluent terecht. Dan neem ik een sample van mijn effluent, filtreer ik dat en dan vergelijk ik dat filter met die eikriks. En dan kan ik zeggen, nou, hij zit ongeveer tussen de 0,3 en de 0,4. Dus er zal wel zoveel poederkool in dit effluent zitten. Dat is de gedachte achter de zwartgraadbestemming, de zwartheidsbepaling van je filter. En dat gebeurt dus met een hele simpele filteropstelling. De andere is de thermogravimetrische analyse. Wat je daar doet, je verzamelt zwevende stof waar je naar wil kijken. Die breng je in een oven en dan laat je onder gecontroleerde condities laat je de temperatuur oplopen. En je weet hoe zo'n traject eruit ziet van poederkool en ook van je zwevende stof. En dan kun je op basis van de resultaten onderscheid maken tussen die twee. En je kunt dit nog doen in een zuurstofrijke omgeving en een zuurstofarm. En dan krijg je wel of geen oxidatie. Nou, dat levert allemaal hele typische curves op. Daar heb ik er volgens mij een paar van meegenomen. In het linkerplaatje zie je wat er gebeurt als je zo'n sample onder stikstof laat verhitten. Dan krijg je die de afname van de massa in de tijd. En als je dan vervolgens ook met zuurstof doet, dan krijg je een iets ander profiel. Waarin je hele duidelijke verschillen ziet tussen zwevend stof, tussen poederkool en een mengsel. Nou, als je dat goed in de vingers hebt, dan kun je dus op een gegeven moment gewoon een sample nemen en dan kan je de computer uit laten rekenen. Nou, in dit sample zit zoveel droge stof en zoveel procent daarvan is poederkool. Nou, we hebben op een aantal criteria gekeken van ja, die vier die ik net liet zien, kunnen ze überhaupt die lage gehaltes aantonen? Zou het in te passen zijn in de Nederlandse zuiveringspraktijk? Wat heb je aan monstervoorbewerking nodig? Hoeveel samplevolume heb je nodig? Wat gaat het je kosten als je dit wil doen? Moet je investeren of moet je een duur lab in laten vliegen? Heb je een referentie nodig? Ook zou je op een gegeven moment een nieuwe referentie moeten maken? En hoe moeilijk of hoe makkelijk is het om de resultaten te interpreteren? En de conclusie daaruit is, de Schwarzgradbestimmung is wat ons betreft een bruikbare methode om indicatief een beeld te krijgen van hoeveel pak er in je effluent zit. Daar zit wel een aantal aandachtspunten aan vast. De eerste is, die heb ik al genoemd, je moet wel een eiklijn hebben. En die moet al gemaakt zijn voordat je was begonnen met poederkooldosering. Dus je moet of ergens effluent hebben waar nog geen poederkool in zit. Moet je achter de hand houden. En dat levert meteen ook een uitdaging op, omdat te verwachten is dat in de tijd de achtergrondkleuring van je effluent ten opzichte van het zwart van de kool zou kunnen veranderen. Dus dat na 2 jaar of in een ander seizoen zou die achtergrondkleuring wel eens anders kunnen zijn. En dan wordt je eikrijks eigenlijk onbruikbaar. Daar hebben we naar gekeken op Simpelveld. En op dit moment wordt op Leiden Noord ook deze methode getest. Dus we zouden op enig moment ergens volgend jaar volgens mij van alle seizoenen kunnen zien wat dat opgeleverd heeft. En op basis van die aandachtspunten zijn er ook een aantal aanbevelingen. Je zou kunnen zeggen dat die kleur die in je effluent zit, dat zijn waarschijnlijk humusachtige verbindingen. Die kun je misschien gewoon wegoxideren. Dan krijg je een kleurloos water. En dan voeg je dat toe als voorbehandeling voor je sample. En dan heb je gewoon nooit last van je achtergrondkleuring. En kun je altijd alleen kijken naar de kool. Dus dat zou een aanbeveling zijn, omdat als je daarmee verder wilt, zou je dat moeten toevoegen aan je protocol. En als tweede aanbeveling kan je zeggen, we zitten nu op het oog foto's met elkaar te vergelijken. Een computer is daar veel beter in. Nou ja, dat wordt zinvol als je database groter wordt. Dus dat zou ook een aanbeveling zijn. En de volgende is over de thermogravimetrische. Als je nou bezorgd bent of je wil weten, ja, maar hoe zit het nou echt? Dan zou je kunnen kijken of thermogravimetrie iets voor je is. Dan heb je een iets duurder apparaat nodig. Maar je bent wel meteen veel nauwkeuriger. En daarvoor zou de aanbeveling zijn van ja, laten we dat gewoon eens een keer testen. Ook om aan de buitenwereld te laten zien, we nemen dit serieus en we willen echt weten hoeveel het nou is. En dan zou je met deze aandachtspunten wat ervaring op kunnen gaan doen.
Dat waren ze. Hartelijk dank weer voor jullie aandacht. En ook hartelijk dank aan Wout Pannekoek en Sandra en Atteman. Want die hebben tijdens de proef op Simpelveld heel veel meegeholpen met het nadenken hierover. En ook feitelijk heel veel schwarzkraatbestimmingen uitgevoerd. En die zijn uiteindelijk in de rapportage terechtgekomen. Dat was hem. Herman, hartelijk dank voor deze heldere presentatie. Voordat we naar de vragen in de chat gaan, ga ik u thuis een vraag weer voorleggen. En die komt nu uw kant op en die gaat als volgt. Of een mogelijke uitspoeling van poederkool voor u een belemmering zou zijn om het op uw installatie toe te passen. Mirabella, zijn er vragen binnengekomen op de chat? Ja, er zijn een aantal vragen binnengekomen. Vertel. Het gaat met name even om die nauwkeurigheid. Je gaf een aantal keren aan 0,5 milligram per liter. Praktische achtergrond. Op het laatst komt de TGA-meting voorbij. Die 0,5 milligram per liter en een 5% uitspoeling, gewetensvraag. Je hebt naar het buitenland gekeken, dat er dan geen effect was. Was dat ook orde grootte kleiner dan 0,5 milligram per liter? En sowieso, moeten we dat nou wel of niet erg vinden? Want lager dan dat kan je niet meten, geef je in feite aan. Ja. Of kan je dat misschien wel doen bij de TGA? Dus het gaat om, hoe goed moeten we dit eigenlijk in de vingers krijgen om te bepalen of er wel of geen effect is? Ja, die heb ik uit de sheet gehad. De ultieme vraag is natuurlijk, waar ligt nou de grens? Wat mag je nog lozen en wanneer is het fout? En de indicatie die we dus zien uit Duitsland is dat het helemaal niet zo heel erg is als er een beetje poederkool uitspoelt. Althans, we zien niet na 2, 3 of nog langer zelfs geen blijvende effecten op de ecologie. Dat is één. We weten uit andere onderzoeken ook dat in het milieu die verbindingen niet weer loslaten. Maar goed, je wilt het eigenlijk niet. Hè? Dus je wilt wel een achter de handje hebben om te constateren van hoe fluctueert het in de tijd? En je wilt, wat ze in Duitsland bijvoorbeeld deden. Daar konden ze zien van, daar hadden ze een ander systeem. De universiteit waar ze onderzoek gedaan hebben naar uitpoeling van actief kool, dat deden ze op een systeem waarbij zowel ijzer als poederkool werd gedoseerd. En daar konden ze dus aan de kleuring van het filter zien van, als het een beetje oranje was, dan ging er te veel ijzer uit. En als het zwartig werd, dan ging er te veel kool uit. En dat konden ze ook beïnvloeden door andere instellingen van je coagulatie en ook de dosering. Dus zij hadden daar een incentive om dat in de gaten te houden. En zij konden daarmee ook dat goed doen. Mm-hmm. Dat hebben we in Simpelveld ook gezien. Als je te weinig slipinstallatie hebt, dan kan het zijn dat het niet meer, dat die kool dat slip niet meer vindt. Dus dan wil je wel weten van, het gaat hier fout. Komt dat in de richting van een antwoord? Ik denk het wel. En anders komen de kijkers nog wel weer terug. Ja. En er waren ook mensen geïnteresseerd in die TGA-meting. Is die commercieel beschikbaar? Is er een lab waar je dat kan laten doen? Wat wij gedaan hebben, is dat laten doen bij de TU Delft. Die hebben zo'n ding in het lab staan. Ik weet eigenlijk niet of er commerciële labs zijn die dat kunnen. Wat ik wel weet, is dat je voor een paar duizend euro zo'n ding koopt. En dan kun je er zelf mee spelen. Vandaar ook die aanbeveling om dat niet meteen bij 21 waterschappen te laten doen, maar dat we dat centraal kunnen organiseren. Dat met elkaar kunnen ontdekken, is dit iets? En misschien dat dan ook weer samen met TU Delft kan, want die hebben er tenslotte in staan. Ja. Ja. Daar zou je volgens mij vrij makkelijk ervaring op kunnen doen. Oké. En er was nog één gewoon opmerking voor ons allemaal in het innovatieprogramma. Er is iemand die zegt, jullie hebben het steeds over PAK, maar dan denk ik aan polyaromatische koolwaterstof. Mm. Dus jullie moeten een andere term gaan verzinnen. Nou, daar gaan we mee bezig. Ja. Dat waren de vragen, Roger. Ik heb mag nog even terugkomen op een vraag uit de vorige sessie. Ja, dat mag. Jij stelde die vraag over TDH, hè? Ja. Ik heb nog even snel nagekeken. Oké, goed. Wat hebben we gedaan aan TDH? Voor de TDH is vastgesteld wat er in de TDH zelf gebeurt. Dus wat het effect is van slipbehandeling met TDH. En daar zie je dat inderdaad veel meer micro's vrijkomen. Alleen, we weten niet wat er vervolgens daarmee in de gisting gebeurt.
Wat de experts uit Duitsland daarover zeiden en Zwitserland, die zeiden ja, wat er in de TDH ook gebeurt, is dat je heel veel organisch materiaal vrijmaakt. Dus je krijgt een heel een soepje heel hoog in humuszurenachtige verbindingen. En je moet wel aannemen dat die gaan heel hard concurreren met andere stoffen. Dus je mag aannemen, of ja, dat zijn aanwijzingen om te denken dat als je TDH toevoegt, dat de extra verwijdering in de gisting, dat je die kwijtraakt. Dat je de kool gaat gebruiken om die kleur vast te leggen en niet om je micro's vast te leggen. Dus dat even als toevoeging op... Top. Oké, even een uitstapje terug naar jouw vorige presentatie. Dank je wel dat je daar even op terugkomt. Cora, heb jij nog? Ja, ik had nog een vraag. Die methode, die zwartstraatbestimming, is dat nou een methode die mensen op de zuivering zelf kunnen uitvoeren? Ja. Of besteed je dat uit aan een lab? Is het een vrij eenvoudige methode? En hoe vaak moet je zoiets doen? Ja, dat is helemaal de vraag. Kijk, wij zeggen in het rapport volgens mij iets van... je wilt 1 of 2 keer per slipleeftijd wil je weten, gaat dit nog goed? En je kan je ook voorstellen dat als jij sterke... zwankingen, ja. Variaties in hydroog stofgehalte hebt... dan wil je ook weten van, hey, gaat dat invangen nog goed? Dus ja, dat moet zich wijzen. En voor zover ik weet is op dit moment op Leiden Noord... een van de technologen die doet dit volgens mij eens per week, dacht ik. Dus je haalt een sample, filtreren, fotootje maken. Weet je, wisselende processen en condities maakt... dat je dat dan even vaker zou willen controleren. Maar standaard 1 keer per week. Oké, dankjewel. Ik heb zelf ook nog een vraagje, Herman, als het mag. Maar misschien niet helemaal precies passend binnen dit onderwerp. Maar ik zag die watervlooien, die doorzichtige beestjes... met die minuscule korreltjes aan actief kool die ze hadden ingeslikt. Al dan niet per ongeluk. Stel nu, je hebt de situatie dat je een beladen actief kool hebt... wat uitspoelt. Daar zitten microverontreiniging op, medicijnresten. Die deeltjes actief kool met medicijnresten komen in een watervloo of een ander beestje... hebben die geadsorbeerde medicijnresten dan nog hun werkzaamheid? Of zeg je van ja, dat actief kooldeeltje met medicijnresten, dat is opgenomen door een waterflow, maar dat hindert niet, want dat medicijnmolecuul doet niets meer in die toestand. Is daar iets van bekend? Ja, dat is zeker. Nou ja, dat is de conclusie van dat onderzoek was. Als je dus, want die beestjes die hebben echt in grammen per liter aan kool rondgezwommen. En het zijn filteraars, dus die... Ja, die accumuleren gewoon alles wat ze tegenkomen. Ja. En de conclusie daar was, die beestjes hebben geen last van de medicijnresten op die kool. Mm-hmm. En toen je het erover had, dacht ik aan, toen we ooit begonnen met actief kool, toen gingen we allemaal googlen op actief kool. En toen kwam ik tegen dat als jij een keer iets giftigs ingeslikt hebt, dan kan je bij Norit iets kopen. Ja. Dat is eigenlijk gewoon een ampul met actief kool. Ja. En dan kan je eten. En dan gaat alles wat je dus aan giftigheid opgegeten hebt in die kool zitten. En er staat op de bijsluiter staat, pas op, als je dit inneemt en je neemt ook medicijnen, dan zijn de medicijnen die je genomen hebt, die zitten ook in die kool. Dus je moet opnieuw je medicijnen nemen daarna. Aha. Dus ook bij mensen geldt dat als jij poederkool binnenkrijgt, de medicijnen die jij genomen had, die zitten dan vervolgens op die kool. Maar liet jij ook niet zien dat als je poederkool had met paracetamol... En dat je dat bij die watervlooide doet, dat het dan wel, dat die watervlooide dat dan toch niet zo fijn vonden. Ja, en daar was de gedachte dat de onderzoekers daar die zeiden, waarschijnlijk wat er gebeurd is dat als je dus je kool blootstelt aan hele hoge concentratie diclofenac, dan is er een bepaald type pori of adsorptieplek wat bezet wordt door diclofenac. Maar heel veel andere plekken zijn nog open. En die andere plekken, daar krijgt zo'n beest last van. En dan blijft hij plakken aan dat beest zelf, die kool, waardoor die schade oploopt. Maar als je dus een hele cocktail aan stoffen hebt, dan wordt dan zijn alle adsorptieplekken zijn gewoon bezet. En heeft die kool geen adsorptieve werking meer in die waterflow. Hm. Althans, dat was volgens de wetenschappers daar de verklaring waarom dat diclofenac kool wel slecht was.
Oké, interessant. En ja, ik begrijp nu dat de bijsluiter van de Norit-tabletjes iets zeggen over de ernst, al dan niet, van het uitspoelen van poederkool uit Parkers-installatie. Ja, wie had dat gedacht? Ja. Dankjewel Herman nogmaals. We gaan even kijken naar het antwoord op de poll van zojuist. De vraag was, vormt een mogelijke uitspoeling van pak een belemmering voor je om poederkool in te zetten? En u ziet dat dat voor de meesten geen belemmering vormt, want zij vinden dat er nog meer onderzoek nodig is. En een aantal mensen die weten het nog niet. Wij zijn aan het eind van de presentaties gekomen. We gaan zo meteen nog even discussiëren verder over dit onderwerp. En dat doen we onder andere naar aanleiding van de volgende vraag die ik u toestuur. Dan moet ik even spieken op een spiekbriefje. Naar aanleiding van de presentaties van vandaag is de volgende vraag aan u. Kan poederkool op basis van deze onderzoeken wat u betreft full-scale worden toegepast? Dat is de volgende vraag en ik nodig graag alle sprekers uit aan tafel om ons hierbij te vergezellen, zodat we overgaan naar de discussie. Oké. Stoelen weg. Hè? Hallo. Terwijl hier even de studio omgebouwd wordt, er is al een poll dus onderweg. Dat is een meerkeuzevraag. En ondertussen willen we toch wel heel graag uw mening horen over of wat u eigenlijk wilt van plan bent in de toekomst misschien met poederkool. Dus de vraag is eigenlijk aan u, stel nou dat u geïnteresseerd bent om poederkool toe te passen. We hebben een aantal presentaties laten zien, we hebben een aantal dingen bediscussieerd. Wat heeft u nou nodig om poederkool toe te gaan passen in de toekomst? Wat ontbreekt er nog volgens u? Wat hebben we nog niet goed genoeg onderzocht? En mocht u nou helemaal niet van plan zijn om poederkool toe te passen naar aanleiding van wat u gehoord heeft, dan horen we dat ook graag in de chat. Waarom dan niet? Dus geef aan wat u nog nodig heeft om poederkool te kunnen toepassen in de toekomst. Of als u geen poederkool zou willen toepassen, waarom dan niet? En waarom u de voorkeur misschien geeft aan andere technologieën? En ik zie dat ondertussen iedereen aan de tafel is aangesloten. Dus Roger, ga je gang. Dank je, Mirabella. Ja, de resultaten van de laatste polvraag zijn inmiddels ook duidelijk. De vraag luidde, kan poederkool op basis van deze onderzoeken wat u betreft full-scale worden toegepast? En nou, daar bent u het hoofdzakelijk toch wel mee eens. Bijna 90% van u vindt dat kan. En bij ruim een 10% is daar nog wat twijfel en is daar meer onderzoek voor nodig. Ik zou dezelfde vraag aan de sprekers eens willen stellen. Als met jullie kennis over dit onderwerp, zouden jullie, delen jullie de mening van het grootste deel van de kijkers van vandaag, dat poederkool inmiddels zover is dat het full-scale kan worden toegepast. Wie mag ik het woord geven? Het wordt al full-scale toegepast. Ja. Dus er zijn al twee full-scale installaties in Nederland voor PACAS. Dan RWCT Leiden Noord en Ooyen. En er zijn ook plannen voor nog twee andere RWCT's. Groesbeek en Almere zijn ook in de planning. Dus ja, en Simpeveld. Dus ja, antwoord. Ja. Dus ja, de werkelijkheid heeft de vraag al ingehaald, zou je kunnen zeggen. Ja. Misschien in het licht van de toekomstige richtlijn stedelijk afvalwater, de Europese richtlijn, dat er mogelijk toch nog wel wat vraagtekens zijn van kunnen we die hoge verwijderingsrendementen ook halen? Want al die onderzoeken die zitten nu toch vaak op, kunnen we 70% verwijdering halen? Ja. Ik kan me voorstellen dat dat mogelijk nog wel wat vragen oproept. Zeker, ja, dat is een mooi bruggetje eigenlijk naar de volgende vraag die ik had. Hè, met de nieuwe richtlijn stedelijk afvalwater in het vooruitzicht. Dan moeten we aan de bak, waterzuiverend Nederland. Waar denken jullie dat het heen zal gaan? Er zal gebouwd moeten gaan worden. Er zullen extra zuiveringsstappen neergezet moeten gaan worden. Welke toepassing zal wat jullie betreft, schatten jullie in, het meest gaan worden toegepast? Kijk even naar mijn buurman. Uitgesproken mening over. Jazeker. Wij noemden het volgens mij eerder in de sessies al een combinatietechnologie. Of dat woord is al gevallen, Cora Roger. Ja.
Ik denk eigenlijk dat met de EU-richtlijn in het vooruitzicht. En dan niet alleen maar op het thema micro's. De EU heeft ook een doel gesteld aan duurzaamheid, aan circulariteit, aan energie. En daarnaast de algemene maatschappelijke discussie die er speelt rondom duurzaamheid. Dat je eigenlijk wel naar combinatietechnologie moet. Alleen al om het feit voor micro's, maar ook voor het feit lagere CO2-footprint. Je wil het beste van een aantal technologieën eruit plukken. Zonder een hele harde ozondosering aan te zetten om een rendement te halen, waarbij je bromaat vormt. Of een hele hoge poederkooldosering toe te passen, waarbij je het rendement misschien haalt, maar ook niet zo duurzaam bezig bent. Dus in de combinatie ligt denk ik de sleutel naar de EU. Ja. Combinatietechnologieën hebben natuurlijk ook een prijsconsequentie, hè? Want je hebt twee technologieën waarin je moet investeren. Misschien als het gaat om de verbruikskosten, dat het een en ander misschien wel uitmiddelt. Maar je moet wel investeren in je hardware en in je doseerinstallaties om dat mogelijk te maken. Dus nou ja, duurzaamheid hartstikke belangrijk, maar wel met een consequentie. Helemaal correct, Cora. En dan is de vraag. Waarvoor investeer je en waar kijk je naar? Want wat je terecht zelf al opmerkt, de operationele kosten. Kijk om ons heen, supermarktinflatieprijzen, die gelden helaas ook voor alle consumables die we op de RSI gebruiken. De OPEX-component wordt steeds belangrijker in deze afweging. Als we TOTEX-berekeningen maken, de zogenaamde combinatie van een kapitaalafschrijving en operationele kosten, dan zie je toch dat ogenschijnlijk dure technologieën, die misschien een hoge investering vereisen, op den duur zichzelf terugbetalen, als in lagere operationele kosten hebben. En daardoor op de lange termijn, en daar investeren we toch ook gewoon vooral voor, eigenlijk goedkoper zijn dan een eenmalige korting op je investeringskosten. Oké, dankjewel. Wat jullie betreft er zijn natuurlijk verschillende technieken voor verwijdering van microverontreinigingen. Ook technieken die niets met poederkool van doen hebben. Die zijn vandaag niet aan de orde gekomen, maar de meeste van ons kennen ze wel. Heeft poederkool wat jullie betreft een goede concurrentiepositie, zeg maar, als het gaat om verwijdering van microverontreinigingen? Vergeleken met andere technieken? Nou, ik zou zeggen dat het is een. We hebben ooit toen een PAKAS geschreven, hebben gezegd dit is een voor de komende tijd een no-regret maatregel. Je kunt met relatief weinig investeringen, kun je meteen, bij wijze van spreken over een half jaar, kun je kilo's medicijnresten uit het water gaan verwijderen. En ook de bedenking daarbij van ja, maar tot nu toe praten we over fossiele kool. Dus er moet gewerkt worden aan duurzame kool. Als het lukt om die duurzame kool daadwerkelijk duurzaam te maken en ook beschikbaar te krijgen, dan heb je daar een hele interessante techniek, omdat die zo flexibel is. Je kunt je hebt altijd de knop in handen van meer of minder doseren, dus je kunt heel nauwkeurig je effect bepalen. Mm-hmm. Maar goed, er zit daar duidelijk een nadeel aan van daar moet iedere dag moet er kool in. En dat heeft, daar moet je bewust van zijn en moet je slimme keuzes in maken. Dus of om te zeggen van ja, we moeten vanaf nu alle ballen op duurzame kool. Ja, hoe doen we dat in de praktijk? Alle bal op duurzame kool. Moeten wij in het vervolg bij proeven of full-scale installaties alleen nog maar duurzame kool bestellen? Of moeten wij met potentiële leveranciers in gesprek gaan en zeggen van ja, wij willen eigenlijk alleen maar duurzame kool toepassen om ze te bewegen om dat meer te gaan produceren? Hoe werkt dat? Dat doen wij al en dat doen wij via gebruikersgroep van poederkool. Dus we zijn nu bezig met, we hebben al een aantal gesprekken gehad met leveranciers van duurzame kool. Dat hebben wij dat geïnventariseerd. En dat is ook wat ik zei tijdens mijn presentatie, dat zal ook een onderzoek voor stel en is morgen gepresenteerd zal worden en dat komen ook deze thema's aan bod. Okay. Beschikbaarheid, prijs, kwaliteitscontrole, hoe ga je aanbesteden, welke eisen moet je dan stellen. Dus dit is zeker dat gebeurt al. En ik denk dat deze technologie is een eenvoudige techniek, bewezen techniek. Mm-hmm. En dat zeker voor, misschien niet voor een hele grote, hele grote RWZT's, maar misschien voor kleine RWZT's nog steeds een mooie techniek is om toe te passen, eenvoudig. Mm-hmm. En als wij dan de CO2-footprint van de techniek kunnen verlagen, dan
Ja, dan hebben wij extra punten voor, ja, voor techniek in vergelijking met andere technieken. Maar ik denk niet dat er alleen maar één techniek antwoord op jouw vorige vraag. Dan zeg ik dat is het mooie van innovatieprogramma. Er zijn verschillende technieken mogelijk. En dat is ook afhankelijk van de situatie van jouw RWCT. Ja. Dat misschien voor een RWCT mogelijk is vanwege het risico van bromaatvorming. Dan kijk je naar andere technieken. Dus dat zou per RWCT variëren. En het is ook goed om verschillende opties te hebben. Ja, het is ook locatieafhankelijk. Ja, het is locatieafhankelijk, ja. Ja, en zo van hebben wij extra strengere eisen voor de RWCT, voor nutriënten. Ja. Dan wil je misschien niets in de biologie doen, maar misschien meer de nagescharrelde techniek. Misschien heb je wel de ruimte, een hele lage actiesleepsysteem. Dan is bijvoorbeeld een poerkoldosering een goede optie. Mm-mm. Dus dat verschilt per RWCT. Oké, okay. Ja. Dankjewel. Mirabella, zijn er nog vragen in de chat die we hier voorbij kunnen laten komen? Er zijn een aantal reacties binnengekomen. Mensen geven inderdaad aan van, poederkool zou toch best wel geschikt kunnen zijn, in ieder geval voor de kleinere installaties. Combinatietechnieken wordt er nog een kritische noot over gekraakt. Oké, die zijn er wel, maar die moeten nog wel worden gebouwd en verbeterd worden, en et cetera, et cetera. En zoals Sandra al aangaf, ja, paakas is er. Dus dat zijn een beetje de gedachten bij de mensen thuis. En er is een vraag, en volgens mij was dat wel even aan de orde gekomen in de presentatie van Sandra. Maar hoe zit het met andere microgrondreinigingen en dan met name met PFAS? Want het schijnt dat actief kool iets met PFAS doet, wordt her en der geroepen. Dus, Ja, dat hebben wij wel gemeten in het onderzoek. En ja, helaas was geen extra verwijdering door poederkooldosering. Met de type poederkool die wij hebben getest en op de concentraties die wij hebben getest. Maar we weten dat in de markt wel andere kolen beschikbaar zijn specifiek voor de verwijdering van PFAS. Maar misschien moet je meer kool gaan doseren in hele hogere concentraties. In onze pilot hebben wij de kool gekozen met het doel om medicijnresten te verwijderen. We hebben wel PFAS gemeten, maar dat was voor ons bijvangst. Mm. PFAS of zware metalen. Maar het was niet gekozen op basis van de verwijdering van PFAS. Maar we weten dat we moeten altijd mensen een beetje teleurstellen met het nieuws dat geen extra verwijdering door poederkooldosering voor PFAS plaatsvindt in de poederkooldosering in de pakkers. Misschien is de markt ontwikkeld om dat andere type kolen dan toe te passen. Dat moet nog blijken in de toekomst. Het is wel een onderwerp in het innovatieprogramma. Ja. Zowel PFAS als antibiotica-resistentie is eigenlijk op alle pilots zijn erop doorgemeten. Dus we hopen daarmee wel een beeld te krijgen wat de technologieën die ontwikkeld zijn of die nu getest worden voor de verwijdering van microverontreinigingen, wat die ook doen op gebied van PFAS. Dus wordt vervolgd. En nog wel een kanttekening daarbij, want twee dingen. De eerste is, als het je wel zou lukken om PFAS op je kool te krijgen, dan ben je er nog niet, want dan moet het ook vervolgens op een andere manier afgevoerd worden dan nu via de slipverwerking. De andere is dat wij natuurlijk niet, dat de reden om het IPMV te laten focussen op medicijnrest is een hele verstandige. Namelijk, dat gaat over stoffen die niet op korte termijn uit de waterketen te verwijderen zijn, omdat mensen altijd medicijnen zullen blijven slikken. En voor PFAS kun je zeggen, ja, maar dat is typisch een stof die je met bronreductie kunt reduceren. Daar wordt ook op ingezet, maar men realiseert zich ook dat het niet van de een op de andere dag gerealiseerd is. Dat je nog wel een nalevering hebt. Nee, maar ik bedoel zo, zou het denk ik voorzichtig moeten zijn met nu heel erg de focus leggen op, maar we moeten ook PFAS verwijderen. Nee, laten we ons nou focussen op die medicijnresten. Die moeten eruit. En wat er daarbij nog aan PFAS bij komt, maar meegenomen. Maar medicijnresten, ik wil het toch ietsjes breder hebben op de microverontreinigingen. Okay. Want er zijn nog wel meer stoffen die via de riolering uiteindelijk bij de zuivering terechtkomen. Maar je punt is duidelijk. Ja.
Mirabelle, heb ik jou nog een polvraag horen stellen over wat er nog geregeld moet gaan worden? Ja, dat was de vraag van, goh, wat zou je zelf nodig hebben? Maar goed, mensen geven inderdaad aan, okay, van Paakas lijkt wel full scale. Ja. Kleine RWZT's geschikt. Ik heb weinig reactie op het pak en doek gevonden. Misschien Arnoud, ik weet niet, zijn er waterschappen geïnteresseerd die het willen gaan bouwen? Nou, we hebben op de RWZT van Winkel de testen zelf uitgevoerd. Zoals ook op de foto op het scherm te zien is. Daar is vervolgens een full-scale ontwerptraject mee gestart. Daar ligt een ontwerp. En het ligt nu bij het waterschap om te kijken of ze dat verder willen doorzetten naar een bouwteam, een aannemer, om dat te realiseren. Weet wel, dit is kennis van 2 jaar geleden, waarbij je kan afvragen, nou ja, het IPMV is zo succesvol, dat mag hier ook gezegd worden. We hebben een constante vooruitgang van inzichten, van technologieën. Wat is de beste technologie? Wat is belangrijk? Duurzaamheidsscores, rendementen, een EU die om de hoek komt kijken. Dus misschien moet je dat ook nog een keertje heroverwegen, zo'n keuze. Van, is dat nou, destijds was het een goede, maar is dat actueel nog steeds de beste? Daarnaast heb ik bij mijn weten nog geen full-scale locaties, beoogde full-scale locaties, voor de nageschakelde poederkooltechnologie langs zien komen. Oké, dan denk ik dat we aan het eind van dit webinar zijn gekomen. Ik kijk even naar Cora. Ja, ik had nog een paar sheetjes ter afsluiting. Ook nog eventjes om het totale IPMV nog even het brede kader te schetsen. Ik zou zeggen, ga je gang. Het zijn maar 3 sheetjes, hoor. Okay. Dus het is, we zijn echt wel aan het einde van dit webinar gekomen. En nou ja, zoals al genoemd van, we hebben binnen het innovatieprogramma heel veel technologieën onder de aandacht. En we hebben eigenlijk nu nog maar een klein deeltje bekeken, eigenlijk nog maar 1 taartpuntje, hè? De zaken rondom poederkool. Ik wil echt iedereen uitnodigen om naar de Aquatech te komen, want dan gaan we de hele taart consumeren in plaats van een klein taartpuntje. En uiteraard, het zijn veel onderwerpen, er zijn heel veel resultaten behaald. En het is niet voor niks dat we 5 webinars organiseren, waarvan deze de eerste is, om de diepte in te gaan. In het najaar zullen we ook aan de slag gaan om al die onderzoeken die nu dit jaar afgerond gaan worden, om die ook te gaan wegen, er wat van te vinden, van welke doet nou beter dan de ander. We hebben dat ook al eerder gedaan op basis van de voorlopige resultaten van de haalbaarheidsstudies. En daar komen dan hele mooie plaatjes uit naar voren. Nou, dat zal op basis van de pilotonderzoeken geüpdate gaan worden. En ik denk dat het best wel een hele interessante exercitie gaat zijn om te kijken van wat nu de prestaties zijn van de pilotonderzoeken op de verschillende locaties. Nogmaals, Aquatech 8, 9 en 10 november. 8 en 9 november bij de Aquatech het symposium. IPMV, alle taartpuntjes. En 10 november is de gelegenheid voor een excursie naar Leiden-Noord om Paakas te zien in de praktijk. En ook om de installatie op Wervershoofd te bezoeken waar ozon gedoseerd wordt. En tot en met februari hebben we webinars. De volgende is 11 oktober en dat gaat met name over de toepassing van ozon. Dus meld u aan en zit weer voor de computer om deel te nemen. Nou, dat was wat mij betreft mijn afsluiting. En voor jou het laatste woord, Roger. Fijn, dankjewel Cora. Dan ga ik bij deze echt afronden. Maar niet nadat ik een aantal mensen heb bedankt. Als eerste de sprekers natuurlijk. Sandra, Herman, Arnoud, dankjewel voor jullie bijdrage. Cora en Mirabelle, ook hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit webinar vanmiddag. Webinar Amersfoort, bedankt voor de techniek. En u thuis, bedankt voor uw aandacht, voor uw aanwezigheid. En hopelijk zien we elkaar op de Aquatech weer. Dankjewel en een fijne avond.